Verbeter de wereld, bemin jezelf. Het is een mooi bordje wat jij hebt meegenomen, Reinoud. En nou, misschien is het ook wel de titel van de podcast eigenlijk. Nou, waarom niet? Het is een woordspeling natuurlijk met verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou, dat doen we nu al een paar honderd jaar, dat werkt niet. Nee. De wereld, dus op een of andere manier loopt dat spaak. En ja, zelfbemining speelt een grote rol in mijn datgene wat ik uitdraag. En het, ik zoek ook echt wel naar een way out. Hè. Hoe gaat de mensheid nou met dat verbranden van de planeet een uitweg vinden? Ik denk dat heel veel mensen, jonge mensen, oude mensen, daarmee bezig zijn. En ik denk echt dat we, als we onze seksualiteit niet op orde krijgen, dat niet gaat lukken. Dus nee. Ik zit hier echt ook wel een beetje met een missie. Ja, met een missie. Ja, maar dat merk ik ook aan alles. En dat was in het eerste gesprek. We hebben een eerder gesprek gehad. Ik zou bijna zeggen, als je dit nu hoort en je hebt aflevering 125 niet geluisterd, doe dat. Want dan leer je ook meer over wie Reinoud is. De tovenaar, de Gandalf, de interne alchemie. Ja. Termen die allemaal in het eerste gesprek zijn gevallen. Ja, mooi. En toen was al gelijk duidelijk dat, want jij gaf me toen Op weg naar wijsheid over de 5 vormen van bewustzijn. Toen was al duidelijk van oké, we gaan een deel 2 doen. Ja, superleuk. Ja. En dat is, ik ben blij dat die dag gekomen is. Maar het is wel, om nog even, uiteindelijk is het nog steeds wel bij jezelf beginnen, toch? Maar alleen dan met liefde. Het staat ook zo'n hartje bij. Het hoort bij mijn initiatief Verleiorgasme. Maar het gaat inderdaad over ontdekken wat zelfbeminning is. Hè. Er wordt vaak een beetje verward met masturberen. Nee, oké, laten we gelijk even naar het verschil gaan. Wat is het verschil tussen zelfbeminning en masturbatie? Er zijn 4 verschillende fases waarin je seksualiteit kunt ontwikkelen. En in onze cultuur zijn alleen de eerste 2 fases bekend. De eerste fase, dat is masturberen. Ja. En masturberen gaat eigenlijk over dat je in alle onschuld je erogene zones gaat ontdekken en daarmee gaat experimenteren. Gewoon kijken als je op de knoppen drukt. Ja. Hey, waarom dan gebeurt er dit en dit? En als je dat in de juiste intimiteitsveiligheid kan onderzoeken, dan leer je eigenlijk spelenderwijs zeg maar je seksualiteit een beetje kennen. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb gelijk een beeld van hoe ik in bed. Nee, maar echt. Ja. Ook omdat ik me helemaal niet zo bewust was van het feit wat ik dan aan het doen was. Maar wel, wat een gevoel komt hier. En stukje ontlading. En, en dat was eigenlijk nog ver voordat ik überhaupt wist. Of ver voor, maar dat was voordat. Nou, we hebben wel een soort benul van seks. We zijn niet dom. Zelfs kleutertjes weten al dat er ergens op een of andere manier iets met seksualiteit en intimiteit. Er zijn ook wel, ik heb het ook wel laatst gezien, dat een neefje en een nichtje uit, die vonden elkaar duidelijk aantrekkelijk als jongetje en meisje. Maar die waren heel klein hoor, pure onschuld. Die hebben geen idee nog waar het allemaal toe zal leiden. Maar we zijn seksuele wezentjes, dus zit er eigenlijk al jong in. Alleen is heel onschuldig in het begin. En als je dat veilig krijgt, dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Eigenlijk hoor je dat in veiligheid en in zonder schuldgevoelens en zonder schaamte. Een beetje uitgenodigd te worden, een beetje beschermd te worden door je omgeving. Dan kun je die knopjes ontdekken en dat is dan masturberen. Dus dat je ontdekt van dat je jezelf klaar kunt maken. Of dat je, zoiets. Hè? Dat is fase 1. Fase 2 is dan echt, gewoon tussen aanhalingstekentjes de daad, seks met iemand. Nou, dat zou je nog, dat is nog iets, dat zou je het kunnen zeggen. Maar als de eerste fase experimenteren met jezelf is, dan is dat heet masturberen eigenlijk, jezelf spelenderwijs leren kennen. Dan is de tweede fase experimenteren met de ander. Ja. En dat zou je vrije kunnen noemen. Ja. Dus nu moet je 10, 11, 12, 13, 14, weet ik veel. En afhankelijk van hoe goed je door de eerste fase gekomen bent, ben je succesvoller in de tweede fase. Ja. Dus mensen die verstoord zijn, onveilig zijn geraakt in de eerste fase, zie je al worstelen met achterstand in de tweede fase. Daar komen we zeker later nog op terug. Want daar heb je ook 7 sluiers in het spel van nummer 2, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, zeker. Maar laten we eerst even de 4 fases door, want dan komt het openen van je hart. Ja, dus de derde fase, en dat gaat dan weer, dat is dan zelfbeminnen. En daar gaat het over dat je zelfwaarde en zelfliefde gaat koppelen aan het wonder wat je bent. Dus dan ga je weer terug in je eentje de slaapkamer in. Ga je opnieuw veiligheidsintimiteit opzoeken. Nu ben je er zelf verantwoordelijk voor, dus nu hoef je ouders niet op te letten. Nu kun je zelf de sleutel even omdraaien. Mm-hmm. Ben je weer helemaal alleen. En dan ga je eigenlijk zoeken, hoe kan ik mijn hart openen voor alles wat ik ben? En dan gaat het dus niet alleen om de erogene zones, maar gewoon over dat je de zelfliefde van het hele lijf kunt ontdekken en hoe je jezelf vol kunt maken. En eigenlijk, ik snap dat het wel degelijk met
seksuele kracht of levenskracht te maken heeft. Maar gewoon even in de westerse term heeft het niet zoveel met seks van doen. Nee, omdat die fase is onbekend. Dus ja. Ook heel veel mensen, als ik zeg, je moet zelfbeminning gaan trainen, zeggen ik hou niet van masturberen, zeggen ze dan. Om een of andere reden. Dus dan zie je al dat ze helemaal niet begrijpen waar het over gaat. Maar dat maakt niet uit, je kunt het uitleggen. Maar zelfbeminning is echt gewoon je hart openen. Ja. Voor eigenlijk datgene wat je bent. Inclusief je erogene zones, die je al lang kent. Ja. Maar in de zelfbeminning ga je dus ontdekken dat je die seksuele energie ook op een hele verfijne manier kan waarnemen, kan sturen. En dat je jezelf vol kunt maken. Dat is heel belangrijk, want in onze cultuur zijn de mensen leeg. En ze zoeken eigenlijk vervulling bij een ander. Ja. Maak mij gelukkig of maak mij... Ik mis iets, ik mis jou. Maar als je dus zelfbeminning traint op de goede manier, dan word je vol. En dan ga je ook wel afhankelijk van het succes of de schade in de tweede fase of in de eerste fase. Hè. In zelfbeminning kun je heel veel repareren van achterstand en schade in de eerste en de tweede fase opgelopen. Dus vervelende grensoverschrijdende ervaring in de eerste fase of hebben we natuurlijk allemaal, dat we moeten de grens onderzoeken bij dames. We gaan er ook overheen. Nou, soms loopt het helemaal fout, whatever. Maar daar kun je ook heel veel schade in oplopen. En dat kun je allemaal herstellen in zelfbeminning. Dus een ongelooflijk zelfgenezend proces is het. En als je dan vol bent en je bent minder of meer wat heler, dan kun je de vierde fase in. En dat is het ontmoeten van de ander vanuit vol zijn en vanuit heel zijn. Ja, maar het mooie vind ik eraan, en ook het moeilijk begrijpbare, maar ook weer, het gaat over zelfbeminning, snap ik ook. Je bent geneigd om te denken, oh, dan ga je met z'n tweeën, na fase 3, de hartopening, ga je dat een soort van samen doen. Maar eigenlijk blijf je heel erg bij jezelf. Ja, die vierde fase, omdat wij zoeken vervulling of vol worden bij de ander, tot en met extase techniek of hele sexy ervaringen, whatever. Ja. Gemeenschappelijke, diepe orgasmes. Dat hoort eigenlijk allemaal bij de tweede fase. Ja. Dus in die vierde fase gaat het veel meer over de ander ontmoeten vanuit volheid. En met open hart en met een bekken wat vol vertrouwen is, gaat eigenlijk een beetje over spiritueel ontwaken in contact met de ander. Maar dat zou betekenen, wat het denk ik wel goed nieuws is, dat, hè, we hebben het over een liefdesverbinding, laat ik het zo maar even noemen. Ja, nou, het is en een intimiteitsverbinding, ja, en een liefdesverbinding. En de mogelijkheid om ook, whatever that means, want als je daarover gaat praten, wordt het gauw zweverig. Maar dat zou je dan ook een spirituele verbinding kunnen noemen. Wat eigenlijk noodzakelijk is om jezelf als mens volledig te ontplooien. Ja. Maar dan gaat het dus niet over hele heftige extase, orgasmes of weet je, allemaal dat soort toestanden. Maar ik bedoel te zeggen dat, ondanks het feit dat het wel gaat over de verbinding met die ander, je hebt die ander natuurlijk wel nodig. Maar op het moment dat hij hier niet mee bezig is, maakt feitelijk gezien niets uit. Zolang jij het maar ziet en voelt en daar oké mee bent. Ja, we zitten te lachen omdat er wat... Ja, de buurvrouw is met de vibrator aan het spelen om even gewoon... we hebben het over het onderwerp. Ja, maar dat maakt ook niet uit. je hebt de ander niet meer nodig om vol te zijn. En dat vinden we in onze cultuur ook heel eng. Want je probeert juist een relatie waarvan, nou, ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig, daar investeren we op. En als de ander opeens zegt van, nou ja, ik heb jou eigenlijk niet nodig, ik ben gelukkig, ik ben vol, wat gaan we vandaag doen? En dan gaat het dus over dat de ontmoeting zo waardevol moet zijn, of zo potentieel zo waardevol moet zijn, dat je interesse hebt in dat aan te gaan. Ja. Dus het gaat over een hele intense aanwezigheid in de ontmoeting met de ander, inclusief eventueel gemeenschappelijke orgasmes of wel of niet. Maar zeg je eigenlijk, en dit is alweer taal, wordt hier lastig in, maar dat je voor een goede verbinding, een goede verbinding met een ander ligt nog steeds bij jezelf. Ja, dat betekent eigenlijk dat je je eerste en de tweede en die derde fase goed op orde hebt. Pas dan ben je eigenlijk in staat om de ander te ontstreepje moeten. Niks moet meer. Jij moet niet meer, de ander moet niet meer. En dan kijk je gewoon wat het leven in petto heeft. Het is een krankzinnig mooie wereld. En waarom zou je niet hele mooie mensen ontmoeten? Nee. Ja? Maar je doet het niet meer uit angst voor alleen zijn of angst voor eenzaamheid. Of hou je wel van me, want ik hou niet van mezelf. Dat al die onzin valt weg, zeg maar. Ja. En eigenlijk hoor je een cultuur te hebben waar alle vierde fases gewoon aan de jongelui aangeboden worden, uitgelegd worden en gezegd wanneer trainen, wat. En hoe zit het helemaal in elkaar? Ja. Dus het is een heel goed gesprek dit, om het verschil tussen zelfbeminning en masturberen. Ja. Ja, het is cruciaal eigenlijk. Het is cruciaal, want zoals jij terecht zegt, wij blijven gewoon in fase 1 en 2 hangen. En blijven hangen in die twee fases. Ik bedoel bijvoorbeeld mijn opa en oma, met alle respect, ze zijn al lang dood en ik wil ook geen kwaad woord over spreken. Maar die hadden een 60-jarig huwelijk. Ik ben dus toen ik klein was naar dat 60-jarig huwelijk geweest. En wat ik zag was eigenlijk een verstarde
mummy-business. Dus officieel waren ze 60 jaar samen, ze hielden ze van elkaar. Maar wat ik zag was gewoon twee zombies die nauwelijks nog contact met elkaar hadden, maar eigenlijk een soort gewend waren om samen met elkaar door de werkelijkheid te scharren. Dus, ja. Dus ik had iets van, wacht eens even, hier gaat iets niet goed. Dus, ja, ik kan er ook wel weer de schoonheid van inzien als ik eerlijk tuurlijk, ben. Tuurlijk, er is altijd schoonheid in het leven. Ja. Ik bedoel, dat is ook een gevaarlijk. Ik bedoel, atoombom is ook prachtig om naar te kijken. Maar, ja, ik weet niet of het is echt waanzinnig indrukwekkend om naar te kijken. En, maar je moet een beetje opletten wat je wenst, zeg maar. Ja. Dus, het is mooier om naar twee oude, tuurlijk, intense, seksueel levende mensen te kijken, naar twee verdorde oude beesten. Maar, ja, maar ik kan genieten van het ongeluk van de ander, geen probleem. Dus ik zie echt wel de schoonheid van wat ze gedaan hebben. Nou ja, ook omdat er wel, geen soort, er is natuurlijk wel wederzijdse liefde en het is. Nou, ik betwijfel dat, maar er is wederzijdse verslaving, zou ik zeggen. Ja, gewenning. Ja. Het is een verstarde, dogmatische levenssituatie waar je beste vijanden niet in zou wensen. Maar waar zij zei, opa en oma zijn 60 jaar getrouwd. Ja, hadden gewoon 50 jaar ervoor al uit elkaar moeten gaan. Nou ja, als ze een fase verder waren gegaan, want ze wisten van niks. Nee. Ik bedoel, en nee, het gevaar is een beetje dat mijn opa en oma hebben dus mijn ouders niks verteld. En ons is ook niks verteld. Nee. Nog steeds wordt er niks verteld aan de jongelui. Exact. Dus het probleem is dat we allemaal eindigen in een soort verdorde toestand. Ja. Kijk om je heen, zou ik zeggen. Ja. Het is niet omdat ik nou een wijsneus ben. Nee, maar dat is precies waarom je hier zit. En ik vind, ja, zoals bekend, het is ik vind het een machtig mooi onderwerp. Ik werd laatst nog, en ik baalde ervan, dat ik gewoon mijn antwoord niet zo goed was. Was ook omdat het interview in het Engels was. Maar die gingen heel erg, dat was Baptiste, dat was een leuk gesprek. Maar die ging me zo vragen, ja, waarom vind jij seks zo'n onderwerp? En nou ja, ik denk dat ik de term levenskracht nog wel genoemd heb. Maar, ja, het is, ja. Maar het is, nou ja, ik had toch op zijn minst de Tao erbij moeten pakken. Ja, maar het is ook niet makkelijk. Kijk, we hebben een kleine rem op seksualiteit en daarover praat. En dan zo onverbloemd en zo krankzinnig de zakenkunde opeens over dit onderwerp te kunnen praten met anderen. Kijk, alleen al de vraag, waarom vind jij seks zo belangrijk? Dat is natuurlijk al, als word je eigenlijk een beetje neergezet. Ja. Als van, nou, je hebt een probleem bij. Terwijl het is andersom natuurlijk. Waarom zouden we niet over seks praten? Nee. Bedoel, seks is gewoon de levensbron van alles. De hele natuur vrijt. Alles wat ontstaat op deze planeet ontstaat via seksualiteit. En dan komt hij, waarom ben jij zo geïnteresseerd in seksualiteit? Ja, dat is gewoon een stupide vraag. Nou ja, ik snap het wel. Op basis van mijn podcast is het een dankbaar onderwerp. Ook omdat ik de kracht en, hè, dat deel ik heel erg met jou, de zwakte ervan inzien met hoe verkrekt het op dit moment is. Behoorlijk, ja. Ja. En zelfbeminning, dat is nog wel even goed. Nog even één ding. Ja? Ja, want bij seksualiteit denken we altijd een beetje richting vrije. Ja. Bij seksualiteit denken we aan vrije. Maar als we het nu hier over seks hebben, dat is goed. Ja, dat je is ruimer, zeg maar. Ja. Dus het gaat letterlijk over de energie waarmee het wordt ook in. Maar hebben wij nu seks? Nou, in zekere zin wel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat wat wij nu aan doen is een vorm van vrij. Ja. He, dus misschien vrij met woorden en vrij in deze situatie. Maar we zijn om elkaar aan het cirkelen en we zijn om elkaar aan het bewegen. We proberen de verschillen te voelen en waar we het eens zijn te voelen. En dat proberen we spannend te maken voor de luisteraars. Dat zou je een vorm van vrij kunnen noemen. Alleen het is niet vrij met het bekken. Nee. Het is vrij vanuit het hart of vanuit het bewustzijn. Duidelijk, maar goed dat je dat benoemt. Ja. En dan wil ik nog even benoemen wat duidelijk in, bijvoorbeeld de kunst van het zelfbeminnen, een van jouw boeken voorkomt, dat jij zegt, en ik denk dat we het allemaal wel voelen, en daarom vind ik het ook zo'n belangrijk onderwerp, dat zelfbeminning is de sleutel tot helen. Ik noemde het net eigenlijk ook al. Dus in die vier fases die we hebben, en zelfbeminning is die derde fase, in die tweede fase en in die eerste fase gaat best veel mis. Ja. Vroeger, als je dus aan jezelf zat, of bijvoorbeeld sperma in je onderbroek had, dat je moeder dan vond, dan krijg je straf. Nee, maar het schuldgevoel ken ik zo erg. Ja, dus dat is echt, och man. Het schuldgevoel in de eerste fase, dat is al dramatisch om mee te nemen in de tweede fase. Want dat betekent eigenlijk al dat je wat verkrampt bent. Ja. Want dus dat, en dan is het al van, alle mannen denken hetzelfde. Of alle weet ik veel wat. Dan krijg je al, je bent nog slecht ook. Hè, en dan zie je al die prachtige meisjes te kijken. Of prachtige jongens, whatever. En dan alleen al dat ga je alweer voelen van, ik doe eigenlijk. Het is allemaal eeuwenoude rommel die we meekrijgen. Ja. Maar jij zegt, maar hoe moet ik dat voor me zien als in een soort ideale situatie? Want ik snap ook weer wel dat daar een soort rem op komt. En nogmaals, bij mij was dat echt doorgeslagen. En ik weet nog dat ik dan daarna naar de supermarkt ging en ik dacht, oh, mensen zien het aan me.
Weet je wel, gewoon echt schuldig voelen over het feit dat je dat net gedaan hebt. Nou, dat kennen heel veel mensen. Ja. Hoor. Mensen die voor het eerst echt vrij of echt over die denken echt dat mensen dat kunnen zien. Of die echt, ja. Echt schaam over je eusmine. Maar ik heb ook gewoon, en dat is misschien wat overdreven, maar op het moment dat je niet een beetje die rem of nou ja, schaamte zou niet moeten, maar een soort van rem erop, dan ja, dan gaan we het allemaal massaal met elkaar doen en dan mist het helemaal die... Het gaat altijd over poleren. Dus seksualiteit is de hoofdkracht, zou je bijna kunnen zeggen, van de menselijkheid. Je komt eruit voort. Ja. Mama, papa maken je met seks. Je komt tevoorschijn kruipen via de vagina van je moeder. Hoe seksueel kun je het maken? Snap je? En dus seks speelt een krankzinnige rol in ons leven. En is een enorme push. Ja. Zonder die seksuele push zouden we er misschien niet eens bestaan. Nee, dat is echt nou ja, de levenskracht. Maar die push die blijft in feite je hele leven bezig. En die push is ook wel verontrustend. Want we hebben ook wel verlangens naar controle. Of we hebben verlangens naar ordening. Of verlangens naar beschaving. En er komt dus een rauwe, woeste kracht doorheen. Dus ik snap ook wel dat de mensheid daarmee worstelt. Ja. En op allerlei manieren probeert daarmee om te gaan. En een van de manieren is het om te onderdrukken. Maar ik weet niet of jij inmiddels tot die conclusie gekomen bent, maar ik wel. Het onderdrukken van de seksualiteit is rampzalig. Dat is de bekende bal onder water houden. Exact, je weet wat er gebeurt. Ja. Dus uiteindelijk wat er nou gebeurt, vroeg of laat kun je dat als volk of als individu niet volhouden. Dat seksueel onderdrukken gaat niet lukken. Dus dan krijg je een seksuele revolutie en dan krijg je de bevrijding, seksuele vrijheid. En wat gebeurt er dan? Dan geef je die enorme stuwende kracht, geef je... de volledige vrijheid. Ja. En volledige vrijheid met zo'n kracht wordt onbegrensd. Exact, dat is dus, wat ik bedoel. Dus nu wordt het onbegrensd. En, ja. En als onbegrensd betekent schadelijk. Dus nou zitten we vast. Want dat zijn de twee manieren die we kennen. Of we onderdrukken het, dat gaat fout. Of we gaan het helemaal vrijzetten en dat gaat ook fout. Ja. We komen in, zou je pornografische cultuur kunnen noemen. Het gaat gewoon over grensoverschrijdend gedrag. Naar jezelf en anderen. Vrij betekent geen enkele grens meer. Ja? Nou, dat is ook schadelijk. Dus dan krijg je weer de tegenbeweging. Ja? Dan krijg je weer gaan de bikinietjes weer aan op het strand. Ja. En dan in Polen mogen ze alweer geen seksuele voorlichting krijgen op de middelbare scholen. Gaan we weer onderdrukken. En zo scharrelen we lekker de hele tijd. De kunst is natuurlijk om nooit te onderdrukken en het nooit grenzeloos te maken. En de oplossing, dan kom je bij eeuwenoude wijsheid uit. Dat is vrijwillige begrenzing. Dus het moet begrensd zijn, maar het moet altijd vrijwillig zijn. En vrijheid moet erin zitten en de grens moet vrijwillige begrenzing. En dat betekent eigenlijk, hoe kun je nou seksualiteit vrij houden? Mm-hmm. Het moet altijd stromen. En hoe hou je het nou zo dat het niet over grenzen van jezelf en anderen gaat? Het moet in jezelf stromen. Ja. Vrijwillige begrenzing is dus geen ander woord dan seksuele energie in jezelf vrij laten stromen. En dat heet dan ook transformatieseksualiteit. En dat is wat ik doseer. Ja, dat is wel even goed om... En dat is de middenweg. Zonder die middenweg zijn we verloren. Maar dan, ja. Nee, er zijn... En daar hebben we het volgens mij vorige keer wel over gehad. Maar even resume. Ja. Eigenlijk zijn er twee soorten seksualiteit. Voortplantingsseksualiteit. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Kennen we allemaal. Dat is wat we kennen. Ja. En dat is ook een beetje het gekke. Dat weet ik van jou. Dat we dat dan juist met de condoom gaan doen. Dus dan hebben we seks op een manier... Maar we doen niet waarvoor we het doen. Ja. Nou precies, we gaan eigenlijk voortplantingsseksualiteit doen, want we kennen de andere vormen niet. Nee. Maar dan willen we niet de hele tijd kinderen maken, dus gaan we de condooms, persaniumjes, pilletjes enzovoort tussenknopen. Dat is ook typisch mensen. Ja. We zijn ook hele slimme apen eigenlijk. Om het allemaal een beetje te omzeilen. Ja, maar als je een apenstreek. Ik bedoel, ik zeg niet dat het fout is, maar het is raar. Ja. Het is heel raar om een enorme natuurlijke drive dan weer onnatuurlijk te maken en dan te zeggen, ik heb toch recht op mijn natuurlijkheid. Ja, snap je? Want los van die voortplantingsseksualiteit, je noemde het net al, heb je de andere vorm en dat is transformatieseksualiteit. Exact. Maar is het dan zo, want op een gegeven moment omschrijf jij en ik, ja, dat geeft mij heel veel kracht om daar naartoe te werken, dat je eigenlijk de hele dag of in ieder geval op meerdere momenten, los van de vleeselijke contacten, zeg maar, in een soort... Ja, licht orgastische staat bent. Dat ben ik nu ook. Terwijl ik met je praat, terwijl ik hier zit, ben ik ontspannen en veilig genoeg om dus in mij seksuele energie te laten stromen. Dus ik beweeg eigenlijk zachtjes van mijn testicles over mijn bekkenbodem, door de rug omhoog. In mijn hoofd zit ik een beetje ermee te tintelt een beetje. En dan gaat het aan de voorkant van mijn lichaam stroomt terug. En dat gaat eindeloos door, zeg maar. Een beetje een soort, en mensen denken van, Reinhard licht orgastisch, ziet hij dan een soort geil nu erbij. Maar het is eerder een soort heel subtiel vakantiegevoel. Zo de eerste dag op het strand zijn, zo drukke tijd achter de rug. Zo. Dat gevoel heb ik eigenlijk permanent mee. Fantastisch. Ja.
Het is trouwens niet moeilijk om te leren. Voor nee? Nee. Dus het heeft mij wel 10 jaar gekost om het te leren. Nou ja. Maar dat was meer omdat ik de verkeerde bril op had. Want ik dacht ook van, nou, nu gaan we nog ja, even... Ja, je gaf er weer een resultaat aan. Verwennen, ja, weet ja dat? Precies. Zo dacht ik ook. Ik ben natuurlijk gewoon een westerse jongen in dat ja. opzicht geweest. En ze duurde een tijdje voordat ik had van, oh, wacht even. Ik moet even mijn bril afzetten. Even anders ja. leren denken. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dus dat het gaat over vitaliteitsvermeerdering en bewustzijnsontwikkeling en spiritueel ontwaken. Dat je dus allemaal seksuele training. Maar het moeilijkste lijkt me dan aan dit verhaal, dat ja, die seksuele energie, zoals ik dat maar even noem, ja, daar zit toch altijd, ja, of ja, in mijn westers hoofd, wel degelijk een beetje die, ja, die drang, die nou ja, dwang. Die creatieve kracht. Ja, ja dat is. Kijk, je had het maar, ja, van... maar jij hebt dus zeg maar de tools door training gevonden om dat wel te laten pruttelen, het lijkt niet een te beetje laten op koken. Fiets. Lijkt op ja, fiets. Je kunt natuurlijk een fiets kopen, een racefiets kopen. En dan kun je heel hard fietsen, 50 kilometer per uur. Maar je kunt ook gewoon je fietsje pakken en lekker even door het park fietsen. Super relaxed. Ik bedoel, het is allebei fiets. Ja. Dus ik bedoel, je kunt ja, ja je ja. kunt seks heel orgastisch maken. Moet je heel hard fietsen met elkaar. Moet je ook behoorlijk zweterig lig je in bed dan op een gegeven moment. Maar je kunt ook gewoon heel zachtjes dat wiel zo'n beetje een duwtje geven. En dan draait eigenlijk heel zachtjes een beetje een soort ja. mini-vrije in. Ja, ja, ja. Ja, ik ben gewoon relaxed aan het fietsen. Zoiets meer is ja. het eigenlijk niet gewoon. Nee. Maar het is, ik vind het echt een hele mooie vergelijking. En het is ook niet moeilijker dan het leren fietsen. Dus ik vond het moeilijk omdat ik kreeg rare lessen. Omdat je toch altijd zo snel wilde maar fietsen. Nu ik het helemaal exact weet hoe het allemaal werkt. Het is echt binnen een maand of twee die al te leren. Niet het hele automatische wat ik kan. Maar de basis van dat zeg maar leren fietsen. Ja. Dat kan. Kan ja. iedereen leren. En als je dat dan 2-3 jaar volhoudt. Dan ga je al leren. Van, oh, wacht even. Nu begrijp ik wat er eindelijk bedoelt. Ja. En dan, hè, ja, dan valt de term interne alchemie alweer snel. Want ja. eigenlijk. Ja, ik denk dat het bewustzijn van het feit hoe het. In het verleden gewerkt heeft, dat al een soort rust geeft. Dat je voelt van, oh, ik wil eigenlijk weer heel snel gaan fietsen, maar ik blijf gewoon rustig trappen. Als je alleen maar voortplantingsseksualiteit kent, dan moet je of onderdrukken, of het wordt grenzeloos. Het is een geweldige push. En als je een tijdje niet gevreden hebt, of geen seks hebt gehad hebt, of geen bevrediging hebt gehad, dan voel je de volgende kracht alweer komen. Ik heb weer zin om te vrijen. Ja. En met alle schadelijke en fijne gevolgen. Dus spanningsveld. Hè. Seks is ook superleuk, maar dat moet je niet aan iemand vragen die net verkracht is. Nee, vond je het nee, leuk? Dat is de verkeerde vraag. Ja. Dus het is gewoon een kracht waar we moeite mee hebben. En die grensoverschrijdend is, maar ook grensoverschrijdend in positieve zin. Namelijk dat je dieptes in jezelf ontdekt die je daarvoor nog niet ontdekt hebt. Mooi. Het gaat gewoon leren omgaan ermee. En in onze cultuur hebben we honderden duizend jaren onderdrukt. We zijn pas heel kort bezig met seksuele bevrijding. Pas 70, 80 jaar geleden begonnen. Dus onze cultuur is nog volledig in de war over seksualiteit. Ja. Nou, zeker omdat jij dat beeld net zo schetste. Dat het altijd... die polarisatie is dus het beschaafde middenwet kennen we nog niet. Nee, exact. En dat is belangrijk dat we daarover praten. Want als mensen het niet weten, als ze ons niet erover horen praten, dan weten mensen niet eens dat het bestaat. Nee. Dan blijven ze dus altijd in dat of dat grenzeloze of in het onderdrukken zitten. En er is gewoon een schitterende middenweg. Ja, ja, ja. Ik wil even door naar de Tao, want daar is seksualiteit een van de 4 takken van de Tao-boom. Ja. Je hebt zelfgenezing. Krijgskunst, wat is krijgskunst? Ja, dat is eigenlijk zelfverdediging. Dus kijk, als je dan moet je ook, dat is ook een spanningsveld met genezen. Dus als een klein meisje hier binnenkomt en die heeft een blauwe oog of zo. En dan, oh jeetje, een blauwe oog. Kom eens even hier, kus je erop even. Nou, oké. En de volgende dag komt ze binnenlopen, de andere blauwe oog. Nou, kom eens even hier, kus je erop, blijf je erbij. En een dag later komt ze weer binnenlopen. Nou, heeft een blauwe plek daar. Dan ga je vroeg of laat vragen, wat is eigenlijk aan de hand? Ja, ik is wel leuk die pleistertjes plakken. Dus dat genezen is leuk, maar dan blijkt dat ze op straat gepest wordt door jongens. Dan wordt de tijd dat je zegt, we gaan eens even ingrijpen hier. Dat is krijgskunst. Ja. Dan ga je voorkomen dat iemand beschadigd wordt. Dus het heeft geen enkele zin om alleen maar geneeskunst of heling te leren, als je ook niet bereid bent het kwetsbare te beschermen. Dus dat is dan de andere kant ervan. Dan heb je zelfgenezing, krijgskunst, seksualiteit en, ja, ik wilde dat toch even aanstippen en misschien gaat het te ver, maar ik vind het fascinerend, parelbewustzijn. Dat is toch de 4e tak. Ja, parelbewustzijn is eigenlijk de eerste stap van in totaal 7 inwijdingen naar volledig bewustzijn. Ja. Dus nu gaat het eigenlijk over de ontwikkeling van je bewustzijn. En parelbewustzijn is daar de eerste stap in. Maar ik hoor een soort zucht. Moeten we het er niet over hebben? Of, Parelbewustzijn is naar mijn idee cruciaal. Ja. En hoe moet ik daar even kort uitleggen? Nou, wat ik het mooiste vind, ik weet niet of je die zelf nog herinnert... Is
de zak chips. Weet je wat ik bedoel? Nee, geen idee. Oh, nee, maar niet. Okay. Ja, leuk. Nou ja. Kijk, het is een soort parelformule. Eigenlijk, nou, ik denk dat we allemaal wel het oog van de storm kennen. Hè? Dus, ja, dus, ja. Of in de wervelstorm. Ja, of in de waterval eronder staan, ja, of ja, whatever. Precies, dat, ja. Dat moment dat je eigenlijk midden in de storm, maar waar jij bent... Is net even alles toch nog weer rustig. Ja, dat is... Het oog van de storm, ja. Ja, ja, en parelbewustzijn gaat eigenlijk over dat je bewustzijn ankert in het oog van de storm. Dus eigenlijk is alles de storm. Hè? Dus de werkelijkheid is eigenlijk de storm. En wij draaien allemaal projecties, blaadjes mee. En, maar uiteindelijk kun je dat oog vinden. En als je dan bepaalde technieken kent, dan kun je een soort anker uitwerpen. Boom, in dat oog. En terwijl de storm voortdraast, blijf jij altijd in het midden. Ja. Dus je krijgt een soort permanente staat van... Nou, ik weet niet, het is wel een beetje een toestand. Maar ik zit in het, ik zit in het midden. Is dat, als ik bijvoorbeeld even naar jou kijk, is dat... Ja, is dat ook weer iets wat trainen is, wat eerst maar bepaalde momenten zijn, minuten en dat worden half uur en dat worden uren? Of? Ja, je moet het een beetje droomachtig bekijken. In feite is het trainen van dit soort dingen een soort bewust, het zijn een soort bewuste droomsymbolen die je traint. Dus, dus dat anker in het oog van de storm, dat bevindt zich allemaal in het innerlijk landschap. Mm-hmm. Het zijn innerlijke alchemistische technieken. Het zijn echt oeroude technieken van hele wijze mannen en vrouwen uit het oosten, die deze techniek ontwikkeld hebben en doorgegeven hebben al eeuwenlang, tot ze ook bij mij kwamen en nu bij jou, zeg maar. Yeah. Maar je gaat eigenlijk in een lichte trance, zou je kunnen zeggen. Je kunt het met de ogen open doen, maar normaal gesproken zou je ogen even dicht doen. En dan ga je eigenlijk een beetje op zoek naar een soort droombeleving van jezelf. Het klinkt een beetje raar, maar je gaat dus niet echt zozeer naar binnen in je lijf, maar je gaat eigenlijk binnen. Je lijf is een hele goede poort op weg naar een soort droombeleving van jezelf. Hè. Dus stel je voor, jouw longen halen adem. De hele dag adem in, adem uit. Zo. En als je nou eens even naar binnen gaat, hè, ga je naar je longen en dan zeg je, dank je wel, lieve longen, zeg je dan. En dan tot je stomme verbazing zul je merken dat iets antwoordt. Hmm. Dus met andere woorden, er zit een soort wereld tussen, er zit een wereld door de wereld heen. Dus er zit iets in je longen wat bewustzijn heeft. En dat zegt, dank je wel, wat gogrijner. Nou. Wat aardig, wat leuk en kom nog eens terug, weet je wel. Dus je gaat als het ware een soort contact maken met je eigen droomversie. En in die eigen droomversie hebben wij geen parelbewustzijn. Maar in die droomversie van jezelf kun je uiteindelijk technieken doen die lijken complex. Maar ben ik ook weer onthutst over hoe eenvoudig het is als het helemaal kan. Ja. Dan kun je dus een soort droomsymbool maken wat in het midden van het midden van het midden zit, zeg maar. En dat droomsymbool... Dat moet je substantie leren geven. En hoe groter de symbolen substantie krijgen... Wat bedoel je daarmee met substantie? Ja, dat is een beetje lastig. Want nu zitten we in het woordloze gebied. Ja. Maar je zou... Wat is substantie, zeg maar? Als ik een verkeersbord heb... Je kent het wel, verkeersbord met een groene driehoek. Hè? Die heb je in het begin van de straat ook. Als jij dat verkeersgoed ziet met die groene driehoek, wat denk je dan? Niks, want het verkeersbord bestaat niet. Nee, ik zat even te denken, ik ben heel slecht in verkeer. Ja, wat zegt hij nou? Ja. Anyway, maar dat bestaat helemaal niet. Dus dat verkeersbord wat ik nu maak, een rondbord met een groene driehoek, dat heeft geen substantie. Nee. Maar als je een rood bord maakt met een witte streep, dan zeg je, Oké, nu snap ik het. Je moet de taal leren. Ja, je moet de taal, exact het goede woord. Je moet eigenlijk de droomtaal van de gezonde symbolen leren. Wauw. En als je dus zo'n symbool, als jij dus zo'n rood bord met de witte streep zegt, moeten we niet inrijden, want je eigen problemen. En dus dat is heel constructief. Want niemand legt je uit wat je moet doen, maar het symbool zelf zorgt ervoor dat je niet, tenminste, behalve als je, whatever. Ja. En dat is ook met die, dus als je de substantie geven, betekent om te beginnen een symbool maken, bord met een groene driehoek, en dan moet er staan, hier vlakbij is een parkje. Dat moeten we dan met z'n allen gaan leren. Maar, en dat leren van zo, dat is substantie geven. Dus je moet het veel herhalen en uiteindelijk krijgt het een positieve invloed, een constructieve invloed op jouzelf. Dus elke keer dat je merkt, nou nu ben ik mezelf kwijt of nu wordt het te veel, dan zegt die parel op een gegeven moment, hier is het bord midden van het midden. Ja. En dan denk je, dan moet ik daar gaan zitten. Boom. En dan voel je het hele parasympathische systeem, dus het hele neuronenstelsel, gaat erop reageren. Dan heb je substantie. En dit is een soort combinatie van, hè, daarom zeg je denk ik ook droom, van beelden en gevoel. Kijk, aanwijzingen die je dus moet leren begrijpen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Kijk, we hebben in onze cultuur twee bewustzijnsfasen. Eentje is wakker en eentje is slapen. Ja, maar onze cultuur is bijna een van de weinige culturen in de hele wereld die zo stupide systeem heeft. Dus wat alle andere culturen hebben, die hebben wakker
Ja. En die hebben slaap en die hebben daartussenin trans. Allemaal laagjes. Oh, ja. Of trans. Ja. Ja, okay. En wij, als wij wakker zijn, dan vallen we in slaap. En dan gaan we heel kort zijn we even in trans. Krijg je vaak van die kleine schokjes. Kun je ze nog voelen. Dat is de trans. Boom, in de lichting komen. En vervolgens, dus we vallen in slaap en we schrikken wakker. Weet je wel, wekken erbij, even naar de koffiemachine. Ja. En dan, we zijn er weer. Ja. Maar die kier, er zit een kier tussen. En in alle andere culturen, en zeker voor een maagje, is de kunst juist, of een internal geweest, om die kier open te trekken. Dus je gaat niet in slaap vallen, je gaat voorzichtig in slaap, terwijl je wakker blijft. Ja, ja, dus je gaat in je droom, als je in slaap bent, dan heb je een rare droom. Zeg maar, oh, dit is een droom, dat je wel blijft dromen, maar in de droom wakker wordt. Dus wat de wetenschap een alfa-staat noemt? Alfa-staat, dus met die hersengolven zijn ze natuurlijk een beetje bezig. We doen heel veel slaaponderzoek. En met name de Universiteit van Twente, die doet veel onderzoek naar... Wie zeg je? Universiteit van Twente. Okay, ja. Die hebben nu veel onderzoek naar de therapeutische werking van luciditeit. Ja, ik weet dat je vorige keer al de ambitie had om hier meer mee te gaan doen. En vroeger werd in onze cultuur dromen zijn bedrog. Het wordt nog gekker, want ze zeggen, je moet wel je droom achterna. lekker dan. Opa zegt, jongen, dromen zijn bedrog, poot in de klei. Oma zegt, volg, wil je dromen? Lekker dan, dat waren opa en oma. Ja, oké, laat maar, weet je wel. Nee, maar gelukkig begint de wetenschap nu te ontdekken... dat dromen dus een heel belangrijk onderdeel is van de menselijkheid. En ze beginnen nu ook te merken dat je allerlei verschillende droomstaten hebt. En het zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat ze slecht slapen. Die blijken als ze naar zo'n slaaplaboratorium te gaan, slapen ze heel goed. Alleen ze dromen dat ze slecht slapen. Dat kunnen ze gewoon aantonen nu. Zegt met de hersengolven. Ja. Heeft u vannacht goed geslapen? Nee. Zo voelt het niet. Maar... Nee, hele nacht wakker gelegen. Nou, kijk eens even naar de gegevens. Hele nacht goed geslapen. Interessant, hè? We dwalen af. Nee, maar super interessant. En daar, nee, want daar zit ook, dat is zo'n grijs gebied, of grijs, ik weet niet, maar in ieder geval... Nou, nog veel te leren, ja. Ja, daar, precies. Kijk, in zekere zin zijn er, als je de trans opentrekt, dan zijn er uiteindelijk 7 droomfases. En in onze cultuur zijn ze nu de tweede fase een beetje aan het ontdekken. Dus de Universiteit van Twente denkt nu dat... En die tweede is dat wat wij lucide dromen noemen, dat je het een beetje stuurt? Nou, lucide, de eerste fase is lucide worden. Dat je überhaupt, dat je droomt. Heel veel kinderen hebben dit. Ik weet niet of jij het gehad hebt, maar dat je wakker werd in een droom. En dat je wel of niet ging vliegen. Of wel of niet. Het is geen leuke droom, ik verander de droom. Dat is allemaal die staat dat je een beetje wakker wordt in de droom. Dat is het begin, de eerste fase. De tweede fase is dat je echt lucide wordt. En dat je zegt, ik ben nu dit aan het dromen. Nou, je blijft dromen, maar je verandert de droom. Ja. En dus je stuurt zelf en dat is eigenlijk de tweede fase. En wat is, ik hoef niet alles even, maar wat is de fase 3 dan? Oh, fase 3, dat oké, dat maakt niet uit. De fase 3 is eigenlijk, dan ga je ga je langzaam zeker de koppeling maken met de gemanifesteerde wereld. Dus de eerste stap is van die fase, van de derde fase, is dat je droomt. Je slaapt, je droomt, je wordt wakker in de droom. Oké, nou verander je de droom op zo'n manier dat je blijft slapen en dromen, maar je staat op, je loopt bijvoorbeeld naar het balkonnetje of je loopt naar de tuin en daar zoek je een blaadje of een steentje of zoiets. Weet je? En dan ga je weer terug, dan ga je weer liggen in je eigen droom, in je eigen lijf, ga je weer verder en dan ga je ook gewoon verder dromen. Vervolgens word je wakker en dan loop je naar het balkon of naar de tuin en daar ligt dat steentje of dat leer, daar ligt dat bloemblaadje. Dus heb je letterlijk iets bewogen, zeg maar. Nou, dan de tweede stap is... En dat je dus dat je er naartoe gaat, zeg maar zo. En dat je dan dat steentje oppakt, zeg maar. En dat je leert met dat, of dat blaadje op het balkon of dat steentje in de tuin. Dat je leert die te bewegen, bijvoorbeeld terug naar je nachtkastje of zo. Dat is de tweede fase. En de derde fase is dat daadwerkelijk gebeurt. Dus je gaat met je droomlichaam de tuin in. Pakt het steentje op met je droomlichaam. Je neemt een steentje mee en je legt het naast je nachtkastje. En het volgende wakker schrikt en koffie gaat drinken, ligt dat steentje naast je nachtkastje. Dat is de derde fase. En dat is dat. Dus ben je er al? Nou, ik zit wel in die derde fase te experimenteren, maar ik blijk, dat wist ik ook allemaal niet, je hebt nog weer dromers en verdromers. En waar we het nu over hebben, dat kunnen de dromers heel goed. En ik heb eindeloos geprobeerd, want ik ben al zo lang hiermee bezig. Dus ik heb de hele tijd mijn best gedaan om dat lucide te leren. Ik heb ook wel hele mooie lucide ervaringen gehad. Ik ben ook wel met die tuintechnieken bezig. Het gaat allemaal heel moeizaam bij mij. Maar het blijkt dat ik een verdromer ben. Ik ben helemaal geen dromer qua aard. Ik ben een verdromer. Nu hebben we het over de onderkant. Maar wat betekent dat? Een verdromer? Kijk, hier zit wakker en boven. Hier zit dromen. Ja. Dus een dromer gaat in de droom, gaat in slaap, gaat dromen en wordt wakker in de droom. Ja. Maar er is nog een techniek, dat is je bent wakker, je gaat slapen, maar je blijft wakker. Dus je neemt wakker mee de droom in, dat is verdromen. Dus je gaat... Wordt dat heel... En ik ben een hele goede verdromer, zeg maar.
Ik hoor alweer dat we met liefde nog ooit een keer een gesprek gaan hebben. En dan gaan we hier hem op focussen. Laat ik jou ook daar nog een beetje... Maar wat even, ik ben gewoon natuurlijk nieuwsgierig. Nogmaals, ik hoef niet alle stappen. Maar wat is stap 7 dan? Stap 7 is eigenlijk dat het wakker en dat het slapen verdwijnt. Dus ja. Dan ben je eigenlijk permanent in een wakkere. 1. Ja, ja. Dan heb je het even over hele, hele hoge vormen van bewustzijn en magie. En ja. Dat is echt wel, ja. Laten we het hebben over bewustzijn, ja. Inderdaad. Dat is nog veel gekker dan dat. Kijk, je hoort al, het wordt steeds gekker. Ja. Weet je wel, maar dit, dus die eerste 3 stappen kunnen mensen nog iets bij voorstellen. Maar bij stap 4, 5, 6 en 7 wordt het heel... Ja, maar toch vind ik het fascinerend. Ja. Bewustzijn. Ja. Jij hebt, of ik weet niet of jij dat hebt bedacht of dat gewoon een Tao-ding is, maar 5 vormen van bewustzijn. Of moeten we beginnen met de drijfveren van bewustzijn? Wat is even zinnig? Maakt niet zoveel uit. Allebei goed, zeg maar. En ja. Het woordje bewustzijn kennen we allemaal. Ja. En de meeste mensen hebben ook wel behoefte aan bewustzijnsontwikkeling... of bewustzijngroei. Of vinden dat ze best wel bewust zijn, zeg maar. Maar er zijn een heleboel mensen die dus ook... Als ik jou de boek ook zie, gaan allemaal een beetje over bewustzijn. Ja. Andere woorden, je hebt interesse in bewustzijn. Ja. En wat me opvalt, dat mensen die zo'n verlangen hebben naar bewustzijn... of zoveel investeren in bewustzijn, eigenlijk helemaal niet weten wat het is. Nee. Oké, we beginnen bij het begin. Wat is bewustzijn? Ja, bewustzijn is eigenlijk de tweede schat. Laat ik het even heel simpel houden. Oh, ja. We hebben 3 schatten. De eerste schat, interne alchemistisch gesproken. Hè? Want in het gemanifesteerde landschap bestaan die dingen niet. We hebben het over droomkrachten. Maar de eerste schat is je levenskracht. Het feit dat je leeft. En dus ik let Jing. Ook op... De Qing, heel goed, dat is die Chinese term. En als mijn mensen willen deelnemen aan mijn lessen... let ik altijd goed op dat ze ook levenskracht hebben. Dus dode mensen laat ik nooit toe. Snap je? Dus... Nou ja, weet ik veel. Heerlijk, Reinhard. Oké, dan gaan we naar de ziel. Dat is de tweede schat. Ja. Dat is de ziel. Dat woordje ziel, dat verbaast mij dat ik het zelf in de mond neem. Want vroeger, ik kwam uit een zeg maar antikerkelijk nest. Hè, maar mijn ouders waren echt tegen, waren niet zozeer atheïstisch, maar tegen de kerk. En dus het woordje ziel, dat hoorde echt wel bij de kerk. Dus het woordje ziel was bij mij no-go. Die bestond niet. Nee, maar eigenlijk betekent ziel, als je het vertaalt, betekent psyche. En psyche betekent chi. En chi betekent bewustzijn. Ik ben enorm bezig met bewustzijn. Maar als je het helemaal uitzoekt, dan blijkt dat gewoon... Ik ben heel erg bezig met wat bezielt mij. Ja. En dus bewustzijn is eigenlijk wat bezielt jou. Dat is bewustzijn. En nog even om het af te maken, want er zijn 3 schatten. De derde schat... De Shen? Ja, de Shen. Ja. Dus je hebt de Qing, de Qi en de Shen. Ja. De Qing centreert zich in de droom, in de buik. En de Qi centreert zich in de droom, in de borstel. Het liefdesgebied. Liefde is eigenlijk voor het hart, hechting, liefde. Ja. Dat heeft allemaal te maken met bewustzijn. Waar je mee verbindt, dat is bewustzijn. Dus als je verbindt met iemand, als je verliefd bent, dat is bewustzijn. Ja? Onder andere. En dan de derde schat, dat is eigenlijk de spirituele energie. Dus dat we ook geestelijke vermogens hebben. En dan zou je heel simpel kunnen uitleggen als hoe maak je engeltjes. Ja. Om maar even aan te geven dat het bizar is om erover te praten. Is geest... Geest is het vermogen om engeltjes te maken. Ja, ja, ja. En precies. Dan, snap, je gaat ook terecht lachen natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik formuleer het ook expres een beetje provocerend. Ja. Maar dat is wat het is. Ja. En jij richt dan meer op je hoofd, maar eigenlijk meer pijnappelklier. Pijnappelklier, alles daarboven. Ja, dus het heeft ook allemaal hormonale verbindingen. Ja. En zo, maar het centreert zich in de droom in je schedelhoofd. Oké, maar bewustzijn, zo kwamen we erop. Sorry, dat is wereldschat 2, chi... Ja, ziel, ja precies. Wat bezielt jou? Zonder ziel, dan wordt het moeilijk. Ja. Ja. En nou zijn er 5 vormen van bewustzijn die er eigenlijk altijd een beetje spelen. En de vraag is hoe je de verhoudingen maakt. Ja, kijk, dit is wel. Kijk, we hebben natuurlijk ook wat in dit boekje staat. En je wilt natuurlijk heel graag over praten, maar het is best wel. Je vraagt nu echt wel naar fundamentele dingen. En kun je daar zomaar doorheen hannissen? Nee, ik weet het niet. Maar basically zijn er, zou je kunnen zeggen, dat noemde je net al de 5 drijfveren. Er zijn 5 menselijke drijfveren. Ja. Die moet je eigenlijk even snappen. He, dus wij, om te beginnen, wij zijn natuur. En de natuur maakt ons, dus wij zijn natuur. En alles in de natuur heeft een soort ritme. Zon komt op, zon gaat naar beneden. Dag en nacht wel. Maar je hebt ook de seizoenen. En de seizoenen, als je daarnaar kijkt, die worden vaak gebruikt ook in de Taoïsme. Maar daarom wordt het ook wel een natuurreligie genoemd soms. Dus ze kijken gewoon heel goed, hoe doet de natuur het?
Nou, zo, heel winter, lente, zomer, na zomer, herfst. Nou, nog een keertje, jongen. Dus zo doet de natuur het. Ja. Nou, dus zeggen zij, ze hadden geen smartphones, ze hadden geen televisie. Ze konden niet naar Max Verstappen kijken in het weekend. Dus ze konden maar één ding doen. Weet je, nou, die natuur staren en een beetje dromen. Dat was, daar werden ze ook heel goed erin. Ja. En dus ze hadden in de gaten, de natuur maakt ons. De natuur beweegt in die 5 cycli. Ik ben natuur, dus die 5 cycli moeten ook in mij zitten. Ja. Want ik ben, dus zo simpel is het. Maar ik zie nog even, want nu leg je een vergelijking met de seizoenen, maar er zijn er toch maar 4. Ja, in onze cultuur zijn er 4, maar in de meeste culturen zijn er 5. Dus de nazomer wordt vaak, de Indian summer wordt vaak. Okay. Anyway, waar het net even zo in een soort evenwichtfase terechtkomt. En, nou, anyway, daar hebben ze dan uit geëxtrapoleerd van, oké, wat zijn dan die krachten in ons? En dan heb je de eerste menselijke drijfveer, dus het zoeken naar een veilig plekje. Ja. En dat wordt aan de wind gekoppeld. Van, en jezelf, het is koud buiten. Ja. Ga lekker in een holletje liggen. En dan de tweede menselijke drijfveer. Als je eenmaal veilig bent en de winter hebt overleefd, spelenderwijs tevoorschijn komen. Dus dat zijn de jonge diertjes en de plantjes. Gewoon talenten. Dus we willen gewoon spelen. Dus eerst veilig zijn, dan spelen. Nou, dan krijg je de vijfde menselijke drijfveer. En je hebt spelenderwijs leren omgaan met de werkelijkheid. Nu wil je ontdekken waar je passie zit. Oké, Reiner, dit gaat even te snel. Dit gaat, ik is allemaal basic. Ja, hallo. Maar ik wil dit goed, want ik ben een beetje van slag, omdat ik, wat jij nu ineens de seizoenen erbij haalt. En ik, voor mijn idee, was het juist veel meer de elementen. Nou ja, kijk, die seizoenen, die kun je dan weer koppelen aan menselijke drijfveer, het zoeken van een veilig plekje. Dat is dan weer de Maar ik vond die elementen zo lekker, want dat kennen mensen. Ik heb een keertje een aflevering ook over Qigong gemaakt dat is dan meer... Maar die vijf vormen, hè, dus die je koppelt aan de seizoenen, die kun je ook weer doorkoppelen aan de elementen. Dus, oké, dus water dan? Water is winter. Water is winter, oké, top. Ja. En lente, zou je ook wel kunnen raden, is hout. Ja, okay, en zomer, zomer is vuur. Ja, oké. Okay. En vuur, vuur maakt natuurlijk as, dus as is aarde. Ja. En aarde, dat wordt weer meegenomen door de corrosie in de herfst. En dat maakt metaal, hè? Dus op de bergmeren ligt metaal. En is metaal dan de herfst? Is de herfst, ja. Ja, oké. Okay. En de nazomer is de aarde. Oké, okay, dan. Nee, maar helemaal goed. Ik weet eigenlijk ook niet wat je weet. Ik weet niks. Nou ja, nee, maar je kunt lezen. Dan kan ik zien al die boeken die staan. Nee, oké, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel of je iets weet. Maar ik vond dit mooi ook omdat, laat ik het nog één stapje, maar dat is gewoon, ik ben visueel ingesteld. Okay, dan ga ik ook nog de kleuren eraan toevoegen namelijk. Ja. Water, is blauw. Winter, blauw. Hout, lente, groen. Vuur, zomer, rood. Aarde, nazomer, goud, geel. Metaal, herfst, zilverwit. Fantastisch. Lekker. Ja, impressed. Nou, ik heb het hier opgeschreven, omdat ik dit gewoon... En dat zijn de drijfveren van bewustzijn. Ja, dus alles in de natuur, wij zijn natuur, wij ontwikkelen bewustzijn. Ja. Waar komt dat fucking bewustzijn vandaan? Uit een soort proces wat natuurlijk is. En dus ga je kijken naar hoe draai je die seizoenen. En als je dus die seizoenen in jezelf op een goede manier laat draaien, dan word je net als een boom dikker. Ja. En wat gaat er groeien? Je bewustzijn. Ja. Dus die 5 drijfveren, die 5 elementen, die 5 kleuren, die 5 posities. Ja, die zijn cruciaal om te snappen hoe bewustzijn werkt. Maar even gewoon terug naar een soort planeet aarde. Het is dus niet zo dat je alleen maar in een van die drijfveren zit. Want op het moment, dat is één graal. Dus deze bewustzijn, een babytje heeft ook bewustzijn. Dus babytjes zitten deze kracht al in. Maar als je naar de levensfase van een baby kijkt, is het vinden van een veilig plekje helemaal. Ja, precies. En als je dan naar... Dus een bepaalde kleur voelt wel de boventoon. Dus een baby zit veel in blauw. En iemand die in zijn puberteit of adolescent zit groen, veel in groen. Ja, en iemand die gewoon 40 is en alles weet en professor Hubblepub wordt of weet ik wel. Ja, die zit in rood. Als het een beetje genoeg is en je wordt een jaar of 60, dan kom je meer in geel. En dan heb je een oude dag, zit je wat meer in metaal. En dat is eigenlijk de menselijke drijfveer van het zoeken naar schoonheid. Dat is voor oudere mensen heel belangrijk. En wat is nou de zin geweest van dat hele stomme rondje in je leven? Ja. Wat blijft er over? Wat is de schoonheid? Wat is de essentie van wat ik gedaan heb? Hè? Ja. Maar wat niet wegneemt, maar we voelen elkaar... Maar dat kun je ook op een dag doen. Je kunt ook, ochtends zit je veel in water. Nee, dat is ook wel oké. Helder. Dus het beweegt alles in ons. Ja. Continu op microniveau en op macroniveau. En dan gaan we het even in mensentaal verplaatsen. Dan kom je op de 5 vormen van bewustzijn. Ja. Die dus, afhankelijk zijn van de samenhang tussen deze 5 drijfveren.
Precies. Ja, het zijn ook 2 keer 5, dat is lastig. Dat is... Heel veel mensen zeggen, wat bedoel je nou? Bedoel je nou de 5 drijfveren of bedoel je nou de 5 vormen van bewustzijn? Maar er is maar 1 bewustzijn dat bestaat uit verschillende vormen. Ja. En die zijn afhankelijk van hoe die 5 al dan niet met elkaar samenwerken. Ja. Als die erg conflictueus zijn, dan krijg je een uit elkaar vallend bewustzijn. En als ze extreem harmonieus zijn, dan krijg je zeg maar een groeiend bewustzijn. Ja. Ik blijf erbij zeggen, maar dat is ongeveer wat vaak in deze podcast is. We proberen hier iets woorden te geven. Kijk, we praten over interne alchemie. We praten eigenlijk over de kracht van droomsymbolen die je dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Ja. Dus ten goede, in feite dromen we de hele dag door dingen. En een heleboel mensen dromen steeds dezelfde chaos. Dus creëer ook steeds dezelfde chaos. En wat een magier eigenlijk doet, hij gaat zijn droomsymbolen op orde brengen. Gaat ze constructiever maken. En dan blijkt dat andere dingen gaan manifesteren die voor mij goed zijn, voor mijn intieme goed zijn, voor het grotere geheel goed zijn. Het gaat gewoon over je menselijkheid slijpen. Nice. Maximale eruit halen. Maar jij hebt eigenlijk al met de chaos de eerste een beetje, de eerste vorm van bewustzijn al benoemd. Maar om het nog wat stevig aan te zetten, psychose. Ja. Het is een, het voelt altijd heel manisch en groots en gek. Maar ik vrees toch, mezelf included, dat een hoop gedeelte van ons handelen door deze staat van bewustzijn komt. Ja, je bent duidelijk nu aan het proberen om het te snappen. Dus je, nee, maar niet erg. Maar ik weet zeker dat een heleboel mensen nu zitten van, nou, dit is wel de meest warrige podcast aller tijden. Geen idee. Maar het is echt wel een klus nu om over dit soort dingen te praten en het helder te houden. Maar we doen een poging. Dus even voor de duidelijkheid, dus die 5 menselijke drijfveren, die kunnen met een bepaalde manier met elkaar samenwerken. Als het heel harmonisch is, dus als de natuur, als de seizoenen goed op elkaar aansluiten, krijg je een buitengewoon prettig klimaat in jezelf. Zo. En dan ga je je bewustzijn eigenlijk de goede kant op, even los van het is. Maar als die seizoenen zeg maar door elkaar gaan lopen, chaotisch worden of verward raken of wel of niet goed samenwerken, heeft gigantische invloed op je beleving. Dus wat er dan in je bewustzijn precies gebeurt. En als ze dus chaotisch worden, dan heb je last van psychotische tendensen. Kijk, bij psychose denken we eigenlijk aan met een dwangbuis in de Nee, maar paniekvoetbal is misschien een lekkere term. Dus als je moet vechten en gaat dit doen, dat heeft wel gewoon een psychotische dan moet je maar hopen dat je tegenstander daar staat. Als hij daar staat, dan ga je eraan. En dat heeft erg met paniek te maken. En met, ook wel. Ik hou van je, ik hou niet van je. Nee, de vrouw gaan slaan waar je van houdt. En wacht eens even. Dit is heel wonderlijk wat hier gebeurt. Waarom zou je met de vrouw die je waarvan houdt, waarom zou je die nou gaan slaan? Dat betekent eigenlijk dat je in een soort psychotische tendens gevangen zit. En dat je bewustzijn in een hele lage trilling zit. Destructief, voor de duidelijkheid. Ja, dus psychose heeft een destructieve kracht. Moeten we wel even opletten. En psychose, kijk, we zijn heel oud hè, als dier. We zijn doorgeëvalueerd. We zijn 5 miljard jaar oud, zeg maar. Oh, okay. En de natuur is genadeloos op het uitzuiveren en het wegcijferen. Alles wat werkt, houden we erin. Alles wat niet werkt... De evolutie, Evolutie en weet je, dus steeds verbeterd. Dus dan hebben we dus 5 miljard jaar zijn we op deze planeet. Ja, we zijn een beetje als eiwitketentjes begonnen, maar nu kunnen we naar de bioscoop, weet je wel. 5 miljard, dan heb je ook wat. En in 5 miljard jaar slijpen aan survival of the fittest, de beste oplossingen zoeken, zit psychose nog steeds in ons mensen. Dat is raar. Snap je? Dus de natuur zegt eigenlijk, psychose is wel destructief en het kan een heleboel ellende veroorzaken bij onszelf en een ander. Maar het heeft iets wat we toch erin houden. Die kracht is ook nodig. Die kracht is ook nodig, want psychose is dus een hyperdestructieve kracht. Maar denk maar eens even aan met z'n allen zo in de Arabische lente. Terwijl op de menigte geschoten wordt, is de kracht van verandering zo groot. Het is eigenlijk psychotisch om daar te gaan staan, maar het leidt uiteindelijk tot de val van de dictator. Snap je? Dus sommige dingen zijn zo destructief dat alleen destructief het kan overwinnen. Mooi, ik ben blij dat je ook nog even de waarde van inziet. Inziet van uitleg. Ja, dus de natuur heeft er dus met een goede reden meegesleept tot op vandaag. Want ergens zou je kunnen denken, bijvoorbeeld verliefdheid, daar zit ook natuurlijk nogal wat psychotische elementen in. Ook wel wat. Als je dus mensen die hersenonderzoek doen, en die tegenwoordig kunnen we al die scanners geschoven worden. En dus hebben natuurlijk ook al heel veel psychotische mensen, of psychisch kwetsbare mensen in die kokers, om te kijken, wat is er in die hersenen? Wat gebeurt er allemaal, En als je dan iemand ziet van die zegt, ja, de marsmannetjes met blauwe ogen komen ons opeten, dan zien ze in de hersenen daar en daar allerlei dingen gebeuren. Nou,
Dan hebben ze later denk ik zo, weet je wat ook leuk is? Dan stoppen ze verliefd iemand in die zo'n koken. En dan blijkt dat als je verliefd bent, precies dezelfde hersenen oplichten als iemand die dus over marsmannetje in het blauwe oog heeft. Lekker. Dus ja, dus liefde is overduidelijk een vorm van psychotische tendens. Ja. Eigenlijk ben je een beetje gek. Dat heet ook de roze wolk. Ja. He, dus dat is eigenlijk de volksnaam voor hallo. Jij denkt dat het prins op het witte paard is, maar het is gewoon iemand die allerlei schurkenplannen met je heeft. Ja, maar we hebben het nodig. Dit is een drive. Ja, dus, en dat is weer typisch Taoïsme. Dat je nooit zegt dit is goed of dit is slecht, maar dat je eigenlijk steeds kijkt naar de polariteit van iets. En waar zit nou het constructief en waar zit het destructieve? Maar psychose is wel een gevaarlijke. Dat mogen duidelijk zijn. Dat heeft niet voor niks. En voor de duidelijkheid, het zit dus permanent in ons. Dus sowieso. Op dit moment ben ik ook psychotisch. Jij ook. Maar we hebben gelukkig nog vier andere vormen van bewustzijn. En, nou ja, die voelen ook niet allemaal zo lekker. Want laten we ze gewoon even volgorde doen. Dan komen we bij verwarring. Ja, de volgende is verwarring. Ja. Dus bij psychose zou je kunnen zeggen dat de vijf vormen van of de vijf menselijke drijfveren eigenlijk ruzie maken. Ze willen niks met elkaar te maken hebben. Dan valt je bewustzijn eigenlijk een beetje uit elkaar. Ja. Het interessante bij psychose is ook dat je geen herinnering op kan bouwen wat je nou precies uitgesproken hebt. Omdat het gewoon zo'n chaos is. Omdat je bewustzijn niet aan elkaar hangt. Ja, bewustzijn valt uit elkaar. Ja. Maar bij verwarring is het wat minder. Zeg maar, dan is het niet dat het uit elkaar valt, maar ze gaan onderling ruzie maken. En een heel goed voorbeeld van massaverwarring is bijvoorbeeld, moeten we nou inenten of moeten we nou niet inenten? Ja. Snap je? En dan krijg je, de ene zegt, het is dit en de ander zegt dit. Maar wat opvalt is dat niemand zich helemaal goed verdiept in argumenten. Nou, van wanneer zou iemand zich moeten inenten en wanneer zou iemand zich misschien niet moeten inenten? Waar zijn we nou mee bezig? Maar je ziet meteen het is weer dat polariserende. Je ziet het volk meteen polariseren. Dat maar ook dus zelf, want we hebben het nu even niet over mensen, we hebben het nu over ons eigen bewustzijn. Oh ja, natuurlijk. Ja. Daarin zit dus ook een beetje die dat groen tegen goudgeel en de lente. Jij en ik zijn eigenlijk ook op dit moment steeds een beetje in verwarring. En niet op alle fronten, maar ook verwarring in ons speelt ook een rol. Ja. Maar dat is dus als je het over de ziel wil hebben. Mensen denken dat de ziel een soort, weet ik wel, een soort zacht, warm vlammetje is of zo. Wat je kunt verkopen aan de duivel of niet. En daar houdt het een beetje mee op. Maar het is gewoon ons bewustzijn. Het is letterlijk een soort gloed. Wat ik vind een vlammetje wel mooi, want daar zie je ook gelijk alle kleuren. Daar zie je het ook letterlijk in. Maar het is ook een vlammetje, maar het straalt uit. En de ziel, ook als je wel eens van chakras gehoord hebt. Zo, dat is allemaal de constructie van de ziel. Het is waanzinnig complex. En prachtig om naar te kijken, het bewustzijn. Ja. En verwarring, ook daar, zoals alles, zit een toevoeging in. Alleen zouden we het, ik hoop dat ik het goed vertaal, een beetje moeten vertragen. Ja, verwarring moet je vooral niet beslissingsbevoegdheid geven. Nee, dus je moet gewoon bewust zijn van de verwarring. En dat, ja, exact. Dat is weer de goede en de slechte kant. Dus kijk, als we niet verwarring zouden toestaan, dan zouden we allemaal dogmatisch zijn. Wat is dogmatisch ook weer? Dogmatisch betekent dat het maar één waar is. Ja, precies. Dat is wat we eigenlijk het liefst willen. Want lekker, het is zo. Het moet zo. Maar opa deed het zo. Piet, iedereen moet het zo blijven doen. Ja. Dus dan zit de werkelijkheid vast. Dus de verwarring geeft ons ook de kans om even na te denken. Hoe moeten wij met die virus omgaan? Snap je? Dus verwarring is ook weer positief. Precies. Ik ben blij dat je dit zegt. Ik heb jaren geleden, ging ik praten met een psycholoog. Oh. En die... Ja, maar ik wist ook letterlijk niet of het nou een compliment was of niet, of dat ik er iets mee moest. Maar die ging maar vertellen, je bent zo vaak ambivalent. En ik kende dat woord toen ook niet. En ik dacht, maar dat is toch ook zo? Ja, er is toch zo. Voor alle twee soms wat te zeggen, wat ook heel verwarrend is. Ja, dat is verwarrend, maar dat moet je leren verdragen. Ja. Het gaat niet zozeer om vertragen, maar... Besef nou dat verwarring erbij hoort. En ga nou niet meteen op zoek of dit of dat. Nee. Maar leer nou even de onrust van het verward zijn verdragen. En dan ga je langzaam en zeker ontdekken. Ah, wacht even. Die kant moet erop. Ja. Dus neem nou even de tijd. Ja. Nou ja, tijd nemen is moeilijk. Als er ook nog psychose onder zit. Nou ja, dus spelen allemaal. Het is een beetje de kelder van ons bewustzijn. Ja. Dus de psychose en psychotische tendensen en verwarring en het leren verdragen van verwarring. Dat is, het hoort erbij. Ik wil het zeggen. Maar laten we nou juist geen waarde eraan geven. Maar het is wel een beetje het donkere gedeelte. Ja. Dus ik snap je mooie kelder vergelijk ik. Maar het is tegelijkertijd ook
de basis van het vuur, zou je kunnen zeggen. Ja, en het geeft ons ook de kracht om ons los te maken uit hele gevaarlijke situaties. Ja. Weet je wel, dus boel, zeg maar, er komt een bosbrand aan. Een dier moet dan psychotisch worden om de kracht te vinden om aan het vuur te ontsnappen. Precies. Je moet dus niet voorzichtig door het bos lopen dan. Nee. Ja, je moet gewoon plin door het bos gaan rennen. Ja. Dat is een psychotische beleving. Ja. Als hij het niet doet, gaat hij eraan. En dan is van verwarring geen sprake. Want nee, als je dan gewoon gaat zitten, ja, zal het blijven of niet? Weet je, ja, maar dat vuur misschien de auto wel, misschien komt het tegen, misschien kan beter weg. Ja, ja. Dan ga je eraan. Ja, nou, ja. Dus, helder. Alles kun je terugvinden in het vuur. Ja. We gaan naar de derde vorm van bewustzijn. En die kennen wij allemaal heel erg, denk ik. Tenminste, zo voel ik dat. Specialisatie. Ja, specialisatie. Je zou ergens kunnen zeggen, dit is wat wij nu in ieder geval in deze eeuw waarin we leven helemaal uit aan het spelen zijn. Ja, dat is in onze cultuur de hoogste vorm van bewustzijn. Ja. Dat is het. Dus de beste jongens en meisjes in de klas, de slimste jongens en meisjes in de klas, die gaan door de middelbare school en dan gaan ze naar de universiteit en dan gaan ze uiteindelijk specialiseren. En dan krijg je dus gespecialiseerde breinen. Ja. Dat betekent eigenlijk dat hun bewustzijn over één ding heel erg veel weet. Ja. Dat is specialiseren. En het nadeel van specialiseren is dat je de communicatie met andere specialisten wordt onmogelijk. Want je weet van één ding heel veel. En de ander weet, jij weet heel veel van muziek. Ik weet ook wel wat van muziek, maar dat wordt moeilijk voor jou om met mij te communiceren. Terwijl ik weet waanzinnig veel over de menselijkheid. Je doet je best, het zweet staat op je voorhoofd om mij te volgen, snap je? Ja, 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 ja. Dus we proberen wel een brug te slaan, maar het is een klus. En er zijn heel veel specialisten die niet in staat zijn met andere specialisten te praten. Maar dat zijn wel de beslissingsnemers. Ja. Economische specialisten, bankaire specialisten, politieke specialisten. Ik bedoel specialisatie, even gewoon als we het nu hebben over mensen onderling, daar gaat de wereld aan kapot. Het is op zich een neutrale kracht. Iedereen moet zich specialiseren, omdat het ook hoort bij de drijfveer passie. He, dus ja. We willen ons met iets verbinden waar we zeggen, hier leef ik voor. Ik moest even naar het toilet. We zitten midden in de vijf vormen van bewustzijn. Ja, we zijn bij specialisme. Psychose, verwarring, specialisatie. Jij zei al, vond ik mooi, een beetje gewoon waar onze beschaving eigenlijk op gecreëerd is. En dat heeft ook wel weer voordelen. Ja. Want er is wat voor te zeggen dat ik andere mensen iets kan vertellen over muziek en jij over menselijkheid. Nee, whatever, ja. Maar dit is meer in mensen bij elkaar. Maar hoe moet ik het zien in mijn eigen bewustzijn? Nou ja, letterlijk. Ja, je hebt uiteindelijk in je jeugd besloten, waar word je blij van? Ja. Dat was de menselijke drijfveer, vuur, de zomer in jouzelf. Ja. Hoe kom ik in mijn passie? Nou ja, en je vader tegen misschien tegen jou zeggen, nou, volgens mij moet je loodgieter worden. Doe dat normaal, dan heb je de rest van je leven een inkomen. En jij dacht het niet. Nee. Snap je? Dus dat heeft ertoe geleid. Oké, maar de beperking, ook bij mijzelf, zit er dus in dat ik daardoor van anderen, ja, op andere vlakken, op andere gebieden. Ja, ik heb door de specialisatie die oogklep op. Ja, of een soort heel hoog niveau in één ding. Kijk, ik kijk om me heen, ik zie al die cd's staan. Dus het is overduidelijk dat je één groot vuurvak met muziek staan hier. Maar ik zie ook heel veel hoeken. Dus je zou een tweede specialisatie wel kunnen zeggen, je bent ook een beetje met bewustzijn bezig. Daarom zit ik hier. Mm-hmm. Want anders zou je niet met me praten, snap je? Dus zijn alle. Maar dan stopt het een beetje. Ja. Als je zegt, weet je ook veel van kwantummechanica? Nou, misschien wel een keer in de libel iets over gelezen. Maar als het dan. Nee, maar daarom zeg ik oogkleppen. Want het gevaar zit hem dus in dat als ik met mijn eigen bewustzijn, ja, het wordt allemaal een beetje plastic, maar processen doormaak, dan doe ik dat aan de hand van die specialisatie. Want dat is wat ik ken. Ik ben ook een specialist, snap je? Ik weet krankzinnig veel van die dingen, maar er is bijna niemand met wie ik echt kan praten over waar de randen van mijn kennis zitten. Maar eigenlijk is het ook weer het bewustzijn ervan dat je dus heel veel niet weet. Dat is wat ook wel in de boeken staat. Hoe meer je weet, naarmate je meer gaat weten, ontdek je hoeveel je niet weet. Is ook zo. Dat is echt zo. Ja. En, maar voor de duidelijkheid, hè, dus als je naar de vijf vormen, de vijf drijfveren kijkt, betekent eigenlijk dat alle vijf de drijfveren zeggen,
die kant willen we wel op. Dus het is een beweging van, wil je loodgieter worden? Nee, zeggen ze alle vijf. Wil je DJ worden? Ja, zeggen ze alle vijf. Ja. En daar ga je. Snap je? Dus zowel psychose, verwarring, specialisatie. Ja, kijk, en bij psychose zitten ze ruzie te maken. Ja. Bij verwarring zeggen ze, die kant op, hier blijven. Oh ja, dit was de zak chips. Ja. We komen zo op de zak chips. Ja, maar nu zeggen we, nu willen ze allemaal die kant op. Ja. En dat wordt je specialisme. Ja. En dat is ook een gezonde ontwikkeling van je bewustzijn. En het is ook niet destructief of constructief. Het is noodzakelijk. Het hoort er gewoon bij. Het enige nadeel is op maatschappelijk niveau, dat als je een maatschappij laat leiden door specialisten, dat hebben we nu ongeveer 250 jaar gedaan. De universiteiten bestaan niet van 400 jaar. En langzaam maar zeker zijn we van feodale bestuurders overgegaan naar gespecialiseerde bestuurders. En nou gaat de planeet eraan. Ja. Want de specialist heeft het grotere geheel per definitie niet in het zicht. Hij ziet alleen zijn eigen ding. Ja. Iemand is gespecialiseerd in een auto maken. En jij denkt niet na dat als er meer dan een miljard auto's zijn, dat de hele atmosfeer vernietigd is. Precies. Dat was een ander specialisme. En die specialisten die communiceren niet met elkaar. En dat is dus de beslissingsnemers op planeet Aarde, die redeneren allemaal vanuit hun eigen oogkleppen. En ze communiceren niet met elkaar. Nee. De een zegt, je kunt gas uit de grond pompen en hebben warmte. En de ander zegt, maar wacht eens even, de planeet gaat eraan. Die twee praten niet met elkaar. En het is eigenlijk, om het gewoon weer even inderdaad hier naartoe door te trekken, te veel doorgeslagen. Kijk, ik denk dat een beetje verdieping, we kunnen niet allemaal alles weten of alles in verdiepen. Ik zou het heerlijk vinden, downloaden die handel, maar zo werkt het niet. Dat kan echt niet. Alleen, het zou allemaal wel wat breder mogen, waardoor je op zijn minst van alles ietsjes meer algemeen ontwikkeling. Ik denk dat het heel goed is om tegenwoordig, omdat specialisme de enigste kans is op economisch succes. Ja. Als je later een goede baan wil, dan moet je vroeg beginnen met specialiseren. Zo, daar zijn alle studies op gebaseerd. En dan moet je op je 30ste moet je eigenlijk een goede baan hebben. En de rest is zeling, rijk worden. Maar als je dan op je 30ste was begint, ben je al te laat. Dan zijn de stoeltjes al verdeeld. Dus je ziet dat we steeds vroeger gaan specialiseren. Terwijl het heel gezond voor de kinderen zou zijn om bijvoorbeeld tot je 24ste een brede opleiding te krijgen. Weet je wel, dat je echt en vooral gericht op onderlinge communicatie. En dan pas zeggen, laten we nu maar eens doorgaan groeien met specialisatie. Ja, ja, ja. En zo. En dan krijg je uiteindelijk op je 40ste dat je op je stoel terechtkomt om in samenhang communiceren met de anderen een beetje met de boel aan de gang te gaan. Ik vrees dat het niet snel gaat gebeuren, maar ik vind het een loffelijk schrijven. Als we voldoende zelfbemining doen, dan dan zijn we daar ook even terug. Oké, dan komen we bij, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze drie, laten we het toch maar even onderlagen van het bewustzijn noemen. Daar ben je. Dat zit in ons allemaal. Ze zitten sowieso allemaal in ons allemaal. En daarmee is in onze cultuur ook gebeurd. Ja, dat bedoel ik te zeggen. Ja, dus psychose willen we allemaal vermijden. Verwarring, we moeten ook wel een beetje eerlijk toegeven. Specialisatie geeft een soort rust. Allemaal. Ja, precies. Ja, en het geeft ons ook status en geld enzovoort. Maar er zijn er nog twee en die zijn in onze cultuur verloren gegaan. Ja, nou, en dat zijn de constructieve stukken van ons bewustzijn. En nou zitten we in de bovenkant. In het licht, snap je? Dus de specialisatie is eigenlijk gewoon de begane grond. Ja. We hebben de kelders gehad, we hebben de begane grond. Ja. Maar nu zijn er ook nog een slaapkamer en een zolderkamer. En dan beginnen we met de slaapkamer. Wat nu heel dubbelzinnig klinkt met waar we mee weer het gesprek mee begonnen. Maar maakt niet uit. Hoort er ook bij. Wijsheid. Ja, dat is de vierde vorm van bewustzijn. Ja. En wijsheid kennen we nog wel, hè? Dus ouders zouden jou wensen je geluk toe in het leven en plezier en succes en ook wijsheid. Hè? Dus we kennen het woordje wijsheid nog wel, maar... Maar wijsheid is bijvoorbeeld ook snappen dat je door je specialisatie helemaal geen goed beeld hebt. Ja, wijsheid is, als je wijs bent, snap je dat je als specialist en een cultuur die alleen op gebouwd specialisme, dat dan de planeet eraan gaat. Ja. Dat is wijsheid. Dus dat je het grotere geheel gaat snappen. Dus bij specialisme gaat het eigenlijk over dat die vijf drijfveren zeggen, wat willen we worden? Loodgieter? Nee, zeggen ze alle vijf. DJ? Ja, zeggen ze alle vijf. Mm-hmm. Dat is specialisme. De drive, dat is alle vijf zeggen die kant op. Wijsheid is iets anders. Wijsheid zegt, wacht eens even, wij doen er alle vijf toe. Wat is ons gemeenschappelijke punt? Ja. En daarom wordt het ook wel parelbewustzijn genoemd, omdat die vijf dus in het midden een soort gemeenschappelijke kracht gaan maken die zegt, en het kan alleen constructief of wijs worden als we het alle vijf vanuit het midden benaderen. Dus het moet goed zijn voor onszelf, het moet goed zijn voor het grotere geheel. Ja. Snap je? En terwijl nu de specialisten, die kennen het grotere geheel niet, per definitie niet. Dus ze kunnen ook nooit het grotere geheel aansturen. Maar wijze mensen, wel wijze mensen, dat zijn de mensen die zeggen, allemaal leuk en aardig, een auto of een gaspijp of een... Maar wat is de betekenis voor het grotere geheel? En wijsheid wordt niet gedoseerd. Nee.
We willen wel wijs worden, maar was jou met alle respect opa wijs? Ik heb hem niet zo goed gekend, maar nou ja, kijk, je hebt altijd het gevoel bij oudere mensen dat ze dat wel zijn. Ze zijn er. Want er is een soort, soms rust. Lief. Ze zitten in die metaalkracht, in die zilverwitte herfase. En ze zijn soms lief en ze zijn kalm. En ze zeggen, kom eens even hier en dan krijg je nog een eurootje. Dus, maar is dat wijs? Nee, dat is niet wijs. Ze hebben wel veel levenservaring en als ze geluk hebben, zijn ze een beetje lief en aardig. Maar dat is wat anders dan wijs. Ja. Het grotere geheel, het ook een beetje, het alles is één, het hoort allemaal bij elkaar. Dat hoort eigenlijk bij de vijfde fase. Oh ja, precies. Oké, laten we daar naartoe gaan. Of tenminste, de vijfde fase is heel ingewikkeld. Maar goed, wijsheid is op zich iets waar we naar verlangen, maar dat wordt ons niet meer geleerd. Je kunt niet op school zeggen, nou, mijn mama zegt, ik hoop dat je later wijs wordt. Nou, goed, dan ga je naartoe. Dan ga je specialiseren en heel veel kennis. Dan ga je naar de klas, wijsheid. Ja. Zeg maar, en ik ben dus gespecialiseerd in wijsheid. Betekent niet dat ik wijs ben. Nee, oké, leuk. Snap je? Ja, ik snap het. Dus ik weet er veel van. Ik weet precies hoe het werkt, hoe de formules in elkaar zitten. Maar ik moet ze toepassen om daadwerkelijk wijs te worden. En wijs is eigenlijk niet zozeer... We denken bij bewustzijn altijd dat het dus iets mentaals is. Ja. Maar wijsheid is een kracht. Ik voel ook wel, maar ik weet niet of je dat ook zo voelt... dat dit ook een beetje gaat naar intuïtie en een soort... allesomvattend oer iets waarbij je gewoon weet... ja, dat is het gedeelte van je bewustzijn, dat weet dat het goed zit. Of is er... Je hebt een beetje gelijk, hè? Dus de, het gaat niet om gelijk, hè? Maar... Nee, maar je zit, intuïtie is eigenlijk een zevende deel van datgene wat wijsheid is. Dus het zit echt wel complex in elkaar. Dus als we echt op z'n door zouden gaan praten, dan gaan we ook voorbij dit boek, dan kom je uiteindelijk met iets van 72 verschillende aspecten. Dus alleen al basis. Ja, omdat jij die wijsheid ook weer... Ik ben gespecialiseerd in wijsheid. Dus ik kan daar dieper en dieper en dieper in. Maar het gaat er natuurlijk op dit moment om dat we toegeven dat wijsheid weinig invloed heeft op ons leven. Dat de mensheid als geheel niet wijs omgaat met de planeet. Nee. Dus je moet maar jong zijn nu. Ik ga lekker op het strand liggen en genieten van dat het allemaal in gaat storten. Maar als je nu jong bent, wauw, dat is indrukwekkend, snap je? Dan word je geconfronteerd met 200 jaar gekte, specialisten die zeggen het moet zo. Ja. En de hele boel uit elkaar gesloopt hebben. Dus de wijsheid gaat over hoe houden we de boel zo bij elkaar, dat we over 1000 jaar, over 10.000 jaar, onze kinderen geboren kunnen worden en een prachtige planeet aantreffen. Ja. Dat is wat wijsheid. Jouw boek, denk ik, nu zie ik nu hier voor me liggen, heet ook Op weg naar wijsheid. Omdat jij dus ernstig voelt dat van de vijf, we komen straks bij de vijfde, daar we even het licht op moeten laten schijnen, daarin moeten gaan trainen. En... Ja, dus er moet dus een specialistische toestand komen die over wijsheid gaat en die krachtig genoeg is om tegen de specialisten te zetten. Wacht eens even, jullie kunnen niet beslissen wat er gaande is met de wereld. Als we dus die mensen aan het roer laten, dan gaat het fout aflopen. Ja. Nou, dus er is maar één oplossing. Er is nog een oplossing. Die heeft de Rode Khmer geprobeerd in Cambodja. Die zag ook dat die gespecialiseerde mensen, die de economische en de politieke en de bankaire touwtjes in handen hadden, dat die allemaal corrupt werden. Mm-hmm. Dus één grote corrupte zooi. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, dat werkt niet. Dus ze hebben allemaal opgepakt, doodgeschoten. Dus alle specialisten vermoord. En toen gezegd, nou, we gaan nu gewoon boertjes onder elkaar de boel doen. Dat werd een puinbak. Dus dat kan ook niet. We hebben wel het intellect nodig van de specialisten. Ja. Het stuk maken weet ik niet. En dan is er maar één andere oplossing. Dat is wijs worden. Hoe gaan we als mensheid wijs worden? En dan komen we bij de vijfde vorm van bewustzijn. Ja. Realisatie. Ja. Is dat een beetje, misschien heb ik dat, jij zei al van dat is meer de vijfde. Dat is... Bij parelbewustzijn, dan heb je nog dat de vijf drijfveren eromheen staan en allemaal een stukje in de pot stoppen. Ja. Dus een beetje blauw, een beetje groen, een beetje rood, een beetje geel en een beetje metaal erin. En dat laten indikken, substantie geven, heb je een pareltje. Dat is wijsheid. Dus die zit te midden, die zit eigenlijk in het midden van het bewustzijn te centreren. Ja. Bij elkaar blijven, bij elkaar blijven. En als dat gaat groeien, dan ontstaat, gaat eigenlijk 7 stapjes. Als gaat langzaam, dan gaat die groeien en groeien. En uiteindelijk neemt hij alle 5 drijven in zich op. En dan krijg je een soort... wat dan een gerealiseerd bewustzijn heet, waar ook veel meesters het over hebben. En dan word je eigenlijk... Buiten het bakje. Ja, dan ga je dan eigenlijk
alle ja, buiten het bordje. Dan ga je langzaam en dan krijg je meer en meer invloed op het grotere geheel. Ja, en dan heb je het over Christusbewustzijn of Boeddha-bewustzijn. Ja. Dan krijg je het over hele hoge vorm van bewustzijn. Die hele grote groepen mensen probeerden te zeggen, leef nou vanuit je hart. Ja. En wees nou niet egoïstisch en probeer het nou samen te doen. Ik moet toch gelijk, we hebben het hier in onze eerder gesprek over gehad. Ik krijg gelijk, maar dat is mijn eigen projectie, ayahuasca-achtige gevoelens, omdat je... Nou, omdat ik, als ik voor mezelf spreek, daar heel even mocht ruiken aan het feit dat het bestond. Laat ik het zo maar zeggen. Kijk, dat is eigenlijk wat ook ayahuasca doet. Hè. Dan moeten we even terug naar de trance. Nee, dus hier zit wakker en hier zit slapen. En wij vallen in slaap en we schrikken wakker. En die kier moet open. En dat openen van die kier, één van de manieren om dat te doen, om dus in een diepe trance te raken, is ayahuasca. Mm-hmm. Ayahuasca is eigenlijk een vergiftiging. Het is een gif. Ja, natuurlijk. Je drinkt een gif. Maar omdat jij, kijk, ik drink nu thee, dus mijn systeem zegt, nou... Oh, nou, lekker was thee. Maar als je nou met hetzelfde gevoel een drankje doet, wat je eigenlijk vergiftigt, dan zegt je systeem, dat is raar. Ik dacht dat ik iets veiligs dronk, maar ik heb nu gif gedronken. En dan gaat je bewustzijn vroom, op zoek naar, what the fuck is here going in? En dus, even heel simpel. Ja, ja, mooi. Dus je wordt eigenlijk, krak, dit doet het. Ja. En boom. En dan kom je huppakee in die droomkracht terecht. Opeens heb je een soort supertrans droom, die je opeens ook heel diep in de droom kan brengen. En opeens laat zien, kijk, hier is wijsheid. En kijk, boom, dit is realisatie. Kijk, boom, hier zie je het grotere geheel opeens. En, en opeens zit je, dan heb je het dus niet via een training gedaan, maar via een psychotroop middel. Nou, dat kun je met paddenstoelen doen en met hasjes doen en met bier doen en met wijn. Het zijn een heleboel manieren om die trance. Je kunt ook drie nachten lang in je naakje om de regenput gaan dansen. Dan kom je er ook wel in, snap je? En dat is allemaal prima. En ik hou vooral van dat soort ervaring, omdat mensen daarmee in aanraking komen. Verrek, het is groter dan dacht. Er is nog een andere manier om te gaan met de werkelijkheid. Dus daarom zijn dingen als ayahuasca erg belangrijk. Maar het heeft op zichzelf in een verslavende werking. En je bent afhankelijk van het middel. Want als het middel uitgewerkt is, dan doet de kier weer dit kwak. Ja. En wat een echte magier doet, die doet zonder middelen gaat hij dat ding openzetten. En dan heb je het over mij. Ik voel je helemaal. Ja? Dus, psychose, verwarring, specialisatie, wijsheid, realisatie. Dat zijn de vijf vormen van bewustzijn. Ja. Maar ik weet niet of je jezelf nog weet hoe mooi je die vergelijkingen gemaakt hebt. Anders kan ik het er even bij zoeken. Ja. Want dit is wat ik eigenlijk met de zak chips bedoelde. Omdat je dan heel erg voelt hoe al die processen... Hè, we hebben al gezegd, je bent altijd een optelsom van een beetje de, hè, van al die kleurtjes. Ja. En ook dus van al die vijf vormen van bewustzijn. Maar weet je wat ik bedoel met de zak chips? Nee, oké, okay, dat begrijp ik. Even kijken. Ja, ik vond het gewoon een mooie vergelijking. Want dan voel je gewoon... Wij kennen al die stappen natuurlijk door en door. Ja. Eens even kijken. Ja. Dus. Neem het moment dat je met lekkere trek voor de voorraad staat en een zak chips ziet liggen. Vanuit psychose denk je er niet eens over na. Dan eet je gewoon die zak chips op. Niet eens bewust van dat er een andere optie was. Verwarring? Ja, dan weet je het niet. Zal ik hem wel of niet nemen? Je steekt je hand erin, toch ook weer niet. Een paar minuten later denk je toch weer wel. Okay. Vanuit specialisatie denk je er goed over na. Je bent een ervaringsdeskundige, je hebt wel eens vaker chips gegeten. En je weet gewoon best wel goed wat de voor's en de tegen's zijn. En dan maak je een afweging wat op dat moment voor jou het meest verstandig is. Dat is dat. Ja. Vanuit wijsheid, en dit, daarom vind ik dit een mooi voorbeeld. Vanuit wijsheid doe je eigenlijk niks. Wat je, hè, ja, je, want je zit natuurlijk heel erg met, ik wil die chips wel opeten, ik wil die chips niet opeten. En vanuit wijsheid, weet je, dan willen tussen aanhalingstekens. Want wil je echt chips eten of wordt iets in jou verleid door die lekkere zak chips? En wil je de zak chips werkelijk laten liggen of is iets in jou vooral bang om ongezond te worden of dik? Helemaal oordelen en zo. En dan zit je in angst en verleiding-achtige vibe. Precies, Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, vanuit wijsheid zie je dit gewoon gebeuren. Zie je deze spanning. Ja. En dan... En je neemt ook geen beslissing? Nee.
Maar het kan zijn dat je hem neemt en het kan zijn dat je hem niet neemt. Ik snap nu ook weer, want op een gegeven moment, ik zelf heb dat met chocola. Ja, en dus okay. Op een of andere manier hebben we, ja, Rijn, dat jij met je chocola altijd, we moeten over chips hebben, zo is het een beetje. Nou, uit. Chips is nog wel... Maar ik ken dat heel goed, ik ga echt naar de supermarkt, van, weet je, ik snoep te veel chocola, ik ga geen chocola kopen. Dus, maar ja, dan loop ik de winkel uit met chocola. Ja. Dus het is gewoon heel interessant hoe dat... Dus ik weet veel van wijsheid, maar nogmaals, ik ben niet wijs. Ja, alle processen gaan gewoon dus door, ja. Het gaat gewoon over mezelf ook dan. Alleen ik ken de processen. Maar het is heel geestig om dat mee te maken. Hoe dat gewoon sterker is dan ik. Dus mijn eigen bewustzijn heeft lang niet altijd controle over wat ik doe. En dat, want dit zit in een stukje waarbij het gaat over wijsheid. Maar zou je nog kunnen... Hoe heb je realisatie in dit verhaal? Okay, realisatie is wel... we hebben drie schatten. We hebben levenskracht, we hebben ons bewustzijn, onze bezieling. En we hebben het over de derde schat, spiritueel ontwaken. En we hebben het alleen nog maar over bewustzijn. Ja. Een heleboel mensen verwarren volledig bewustzijn met spiritueel. Dat is onzin. Als je gerealiseerd bent, ben je niet spiritueel. Nee, even, we hebben het hier over... Nee, maar dit is top. Ja. Maar ik probeer het nog meer handen te geven. Heel goed, ja. We hebben het hier, het verschil tussen... Alle twee abstract, ziel en geest. Ja, we hebben het over levenskracht, ziel, geest. Ja. Ja, en we hebben het hele gesprek over bewustzijn nu en wijsheid. Wijsheid is een onderdeel van je bewustzijn. Ja. En eentje die in onze cultuur ontbreekt met enorme gevolgen. Ja. Dus we willen heel graag wijsheid terugtrainen in ons bewustzijn. Maar zeg je nu dat realisatie dat wel geest en shen is? Nee, realisatie is nog steeds bewustzijn. Ja, okay. Maar het interessante van realisatie... Het wordt moeilijker om over te hebben, dus het wordt een beetje abstracter. Ja. Maar realisatie is eigenlijk de handleiding die je nodig hebt om de shen te gaan begrijpen. Which is geest, wat onbegrijpelijk wereldschat 3. Ja. Ja. Dus shen is onbegrijpelijk. Dus, maar er bestaat wel een bewustzijnshandleiding om dus een geestelijk persoon te worden. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nee. Ik vroeg je... Oké. Ik gooi er nog even iets in wat bij mij wel veel rust gaf en ook onrust tegelijk. Maar wel echt als het gaat over wijsheid in ieder geval een soort kennis gaf. Dat als je ergens mee zit, laat ik het maar gewoon even ouderwets een probleem noemen. Of een uitdaging zo je wilt. Dan heb jij een Einstein zin een beetje aangepast en die... heeft mij echt wel dat ik dacht, ja, maar zo is het. Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van bewustzijn als waarop ze veroorzaakt zijn. Ja. Dus dat betekent dat, nou ja, dat snappen we allemaal wel, dat je, nou ja, hè, als het de vorm van psychose de overhand speelt, dan ga je dat daar niet mee oplossen. Nee. Daar zal dan toch, nou ja, specialisatie en wijsheid, denk ik, een rol spelen. Ja, helemaal, ja. Nou kijk, laten we even gewoon over specialisatie hebben. Dat zijn de bewustzijn wat onze cultuur momenteel aanstuurt. Mm-hmm. Wat problemen veroorzaakt. En het is dus onmogelijk om aan specialisten te vragen om de problemen die specialisten veroorzaakt hebben op te lossen. Ja. Dus we zitten dus schaakmat. Daarom zie je ook een heleboel mensen ook wel een beetje van, godverdomme, we zijn al 60 jaar bezig. Hoe gaan we dit fixen? Ja. Want dat was de Club van Rome, dat was 1968. Die zeiden, jongens, dit grafietje gaan we nu doen. Dus we zaten, wat we nu meemaken was gewoon 50 jaar geleden keurig aangekondigd. Toen was ik 12, toen was het allemaal bekend. En waarom hebben we het nou de laatste 50 jaar niks gedaan? Omdat we specialisten uitgevraagd hebben, gaan jullie het oplossen? Dat is alleen maar erger geworden. Want het probleem wordt veroorzaakt door specialisme. Ja, maar dus goed, jij bent nu ook de specialist van de wijsheid. Dus ja, jij gaat... Maar hoe sta je erin? Als in hoek, want... jij zegt net, we staan schaakmat. Dat staan we niet hoor, want kijk, nu wordt het een doemverhaal. Precies. Volgens mij, mensen die dus zeggen, het is allemaal reddeloos verloren zo, die hebben eigenlijk geen recht van spreken. Waarom ik recht van spreken heb? Omdat er een way out is. Ja. Ik weet dat, omdat we dus een ander bewustzijnsniveau nodig hebben dan specialisme, wijsheid, en hoe wijsheid werkt, hoe je wijsheid kunt krijgen, dat zodra we als mensheid wijsheid gaan ontwikkelen, dus alle mensen moeten wijs zijn, dan laat niemand zich meer wat wijs maken door de specialisten. Nee. Dus we moeten wijs worden. Maar wij hebben eigenlijk geleerd om onze beslissingen over te geven aan de mensen die het wel beter zullen weten. Nou,
Daar moeten we mee ophouden. Ja. En dus we moeten het zelf ankeren. Dus we moeten verantwoordelijkheid nemen voor hoe gaan we de mensheid vormgeven. En dat vraagt om een kracht. Die kracht, als je wijsheid wordt, word je machtig. En dus wijsheid is eigenlijk het vermogen om constructieve kracht op het grotere geheel uit te oefenen. Met andere woorden, iemand die wijs zit, wordt machtig. En dus deze technieken waar ik het nu over heb, die komen uit de magie. Ja. Tovenaars zijn machtige mannen en vrouwen. Ja, ja. Het gaat over macht. Maar in onze cultuur macht, nee, macht is corrupt. Ik wil geen macht. Nee want macht, maar je bedoelt macht is meer, dan is Mandela een beter voorbeeld. Ah, Mandela is een zeer goed voorbeeld. Ja. Dus die heeft dat ook gedaan. Zeg, wacht eens even, niet uitbesteden, zelf. Ja. Vergeven ja. En met elkaar weer opnieuw beginnen. Maar als je dat zelf uitstraalt, ja, nee, lekker. Ja. Ik merkte toch dat de verwarring, ik zou maar zeggen, de polarisatie er net even bijna de overhand nam, omdat ik echt dacht van of het gaat helemaal slecht met de wereld, inderdaad, doemscenario, of nee. Het is allemaal goed. Kijk, nogmaals, deze dingen, het gaat over bewustzijnsontwikkeling. Bewustzijnsontwikkeling is een vorm van seksuele transformatie. Alles komt voort uit seks. En een heleboel mensen die bij seksualiteit aan vrije denken. En als ze dan over transformatieseksualiteit gaan denken, dan gaan ze over extase denken. Extatische seks. Dat is een beetje, daar hebben we het over tantra, zeg maar. Ja. Maar waar we het nu over hebben is dat je seksuele energie op zo'n manier gaat richten dat je meer vitaliteit krijgt, vervolgens een boost in je bewustzijnsontwikkeling krijgt en ook nog spiritueel ontwaken mogelijk maakt. Dus als mensen hun seksualiteit gaan trainen, niemand traint zijn seksualiteit, dus ze zijn geen wijze mensen. En seksualiteit is dé bron die je nodig hebt om de vierde fase in jezelf te ontwikkelen. Zonder seksualiteit kun je geen wijsheid ontwikkelen. En we hebben onze seksualiteit onderdrukt, dus het zijn geen wijze mensen. Gaan we onze seksualiteit trainen, dan gaan razend tempo wijze mensen ontstaan. Dus de kern is seksuele veiligheid. Dat is de motor. Ja. En als je en dat is makkelijk, want iedereen heeft zin in seks. Dus je hoeft alleen maar te zeggen, zullen we gaan seksen? Ja, iedereen gaat seksen, alleen nu in jezelf. Dus nu ga je zelf. Ik wil net zeggen, jij zegt makkelijk, maar het is juist om nou ja, daar een beetje controle op uit te oefenen. En dat niet inhouden, ook niet grenzeloos. Vrijwillige begrenzen, niet onderdrukken, niet grenzeloos maken. Gewoon netjes in het midden laten stromen. Zodra je die seksueel in jezelf kunt laten stromen, dan gaan die drie schatten aan de gang. En in een tijdbestek van 7, 8, 9, 10 jaar begin je al wijsheid te ontwikkelen. Iemand die zijn seksualiteit niet op orde heeft en niet traint, zal nooit wijs worden. En zouden eigenlijk ook geen eten mogen krijgen. Worden duidelijk. Nou ja, waarom zouden we mensen eten geven die de planeet stuk maken? Ja, sorry, daar moet je over nadenken. Nee, dus wie wil je eten geven? Mannen en vrouwen die wijs gaan worden. Maar dan gaat het in razend tempo de goede kant op met de planeet. Ja, dat is mijn stijl van lesgeven. Maar. Love it. Nee, maar ik vind het mooi. Ik moet eerlijk zeggen, Reinoud, ik vind ineens maak jij dit gesprek rond als wat. Want dat is ook waar we mee begonnen. En nou ja, daar zit het op dus in om juist de wijsheid bewust te zijn voor. Wat ik zoek mensen die geïnteresseerd zijn in seksualiteit. En die snappen dat een geweldige kracht is. Ja. En dat je die kracht destructief kan gebruiken. En dat je die kracht constructief kan gebruiken. En dat constructieve, als je dat echt wil onderzoeken, hoe kun je seksualiteit op een constructieve manier toevoegen aan wie je bent. En dan ga je dus jezelf gezonder maken. En waar we nu de hele tijd over praten, die vijf vormen van bewustzijn. Daar ga je een soort motor onder zetten. Als je dan weet hoe je het oog van de storm vindt, dan gaat die wijsheid ontstaan. En het gaat razendsnel. Het is een krankzinnig mooie machine die in onze cultuur niet bestaat. Dus we zijn dogmatisch op dat we dit niet willen weten. Dat is het probleem. Het is niet, het is niet moeilijk om het te worden wijs. Maar het is moeilijk om toe te geven dat we, hoe wij bezig zijn in het Westen, dat we geen idee van wijsheid hebben. Maar. Nou, hoor je zo respectabel te zijn als cultuur om te zeggen, die man heeft gelijk. We zijn niet wijs bezig. We hebben wijsheid nodig. Die man weet hoe je wijsheid moet maken. Allemaal aan de slag. Over 10 jaar hebben we wijze mannen en vrouwen. En die gaan straks op de beslissingsstoeltjes zitten. Dus als we nu wijze jongens en meisjes maken, die gaan straks op die stoeltjes zitten en gaan de beslissing nemen. En boom, dan gaat de kraan de andere kant op draaien. Dus dan gaat het ogenblikkelijk richting balans. Wat we zoeken is een balans tussen de mensheid en de natuur en de planeet waar we op leven. Het gaat altijd over balans. We zijn uit balans, dus we veranderen de boel. We moeten terug in balans. Dat terugbewegen naar balans, dat kun je niet doen vanuit specialisme, maar wel vanuit wijsheid. En wijsheid zonder seksuele training bestaat niet.
Ja, sorry. Nee, het is helemaal geen sorry. Ik vind het nogmaals, maar dat is het blijft allemaal een beetje theoretisch, maar dat is wat we aan het doen zijn. Ja, ik vind het heel helder. En het geeft me ook wel zelf een soort spirit om... Ja. Dan komen we eigenlijk bij de cliffhanger. Cliffhanger, ja. Jij gaat erover beginnen, oké. Sorry. Half Nederland wacht hierop. Zo. Ja, oké. Okay. Maar voor de duidelijkheid, voor de mensen thuis zo. Kijk, wij hebben vorige keer een gesprek gehad. En dat was top. Dat ging heel erg over... Mensen moeten het eigenlijk terugluisteren. Ja, dat sowieso. En het ging natuurlijk over dat alles energie is, seks, vitaliteit. Het ging over jouw eigen... levenspad hierin, hoe jij bewust ervoor had gekozen om de voortplanting, of hoe zeg je dat, kindvrij je leven te leiden. Nou, ik had daar al wat vragen over. Ja, maar Rijn, dat heb je nou niet zin om een eigen zoontje of dochtertje te hebben? Ja, vanuit... Het is allemaal superspul. Ik snap het. Ja, dat was precies inderdaad, goed onthouden. En ik deelde met jou dat ik... eigenlijk sinds kort, relatief kort, toch wel heel erg die behoefte voelde om... Met je partner. Ja, precies. De voortplanting seks echt eens een keer te gebruiken, zou ik zeggen. Dus het condoom weg te halen. Ja. Ja. Je hebt het al heel lang gebruikt, maar nu dan een keer het condoom er tussen uit te halen. En jij was... Ik reageerde niet enthousiast. Ja, nou, dat is licht uitgedrukt. Ja. Jij vond het een slecht idee, want ik heb het daarna nog een paar gesprekken toch, ja, ik wilde natuurlijk toch een soort andere bevestiging horen dan wat jij zei. Jij had zoiets van, ja, daar ben je te oud voor. Jij hebt gewoon niet meer het gezonde zaad om een echt vitaal kind neer te zetten. Een liefdesbaby. Ja, heftige boodschap. Maar, heftige boodschap, mensen hebben er, ik kreeg ook veel commentaar. Ja? Ja, natuurlijk, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ook. En, maar niet zozeer om het thema. Maar mensen vonden ook wel dat ik het wel een beetje cru... Als ik iets ken, is het zelf... Ik pak zelf je wel even aan. Nee, maar love it. En maar dat komt omdat het lekker zit. Ja, maar, exact. Of we talk business or not. Dus ik voelde me vrij genoeg om daar even in te gaan. En dat zie ik als een mooi compliment. Wederzijds respect, uiteraard. Maar wat ik zelf heel leuk vind om te vertellen, want we zitten hier nu, maar ongeveer een maand geleden belde ik ook aan. Ja, okay, sorry, dat was wel geestig. Ja, dat was geestig. Want ik had... Wij hadden afgesproken... Ja, een maand geleden dit gesprek. Ja, nou, we hadden al bij ons eerste gesprek gezegd, we hebben de vijf vormen van bewustzijn niet besproken. Ja. We gaan een deel 2 doen. Ja. En daar is een datum voor afgesproken, maar door een of andere communicatieprobleem, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik stond een maand geleden hier bij de deur en kwam binnen. Zo van, we gaan het tweede gesprek doen. En hij ging van, ik weet niet wat over hebben, maar die afspraak is verzet. En dat was dus misgecommuniceerd. Ja. Maar goed, ik kreeg een kopje thee en ga even zitten daar. En dat was leuk. Even 10 minuten. Toch even, En toen zei ik, we doen het volgende maand. En toen zei ik tegen hem van, luister, zorg nou in ieder geval dat je nog niet je vriendin zwanger maakt... Totdat we dit gesprek hebben gehad. En heel geestig, wat zei jij toen? Weet je het nog? Nou, ik zou nu zeggen, dat kan ik niet beloven, maar ik weet Nee, jij zei toen, ik ga juist... Ik en mijn vriend zijn juist aan het proberen om voordat ik dit gesprek heb... Dat ik jou kan vertellen als je zwanger. Dat had mij oprecht heel leuk geleken. Ja, dat was natuurlijk ook een hele goede... Om gewoon in dit gesprek aan jou als een van de eerste te vertellen... Ja. Reinoud, goed nieuws, ofthans... Of whatever, dramatisch nieuws, vind ik. Ja. Maar wij gaan eerst... En waarschijnlijk op het moment dat mensen dit luisteren, ben ik dat aan het doen. Wij gaan eerst op reis. Ik bedoel, wat dat betreft, de 7 sluiers zijn in de eerste aflevering wat beter besproken. Ja, en ik voel heel erg dat spel wat je daar beschrijft. Hè? Dat is van friemelen tot het kind, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. En ook dat die 7e fase eigenlijk... uit de extase is en meer in een soort weldenkendheid over van wat gaan we dan precies doen eigenlijk. Dus, er is nog geen update, maar ik dacht al eerder toen... ik het toch alweer bijna had over het derde gesprek... wat er zeker gaat komen over de dromen... en misschien toch over die wijsheid wat nog meer uitsplitsen. Ja, anyway, ik heb daar nu niet echt nieuws over. Maar dat is goed nieuws dus.
Ja, voor jou. Ja, voor mij. Ja, maar ik. Nou, maar kijk, het heeft natuurlijk met twee mensen te maken. Je hebt ook een partner, dus het is ook weer een beetje ingewikkeld over dit soort dingen publiekelijk te praten. Het hoort eigenlijk bij intimiteitsbeleving. Mm-hmm. En dat is, moet eigenlijk alleen tussen jou en je partner besproken worden. Nee hoor, maar ik deel maar graag. Maar waar het over gaat, je zult het met me eens zijn dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet gewenst is. Nee. Oké, check. Ja, even. Ja. Maar pas op, hè, je speelt met een van de beste hier. Hè, dus, Jij gaat mij zeggen dat ik nu seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoon? Nou, laat ik het even zo zeggen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag koppelen we meestal aan dat we iemand nee zegt en we gaan toch over die grens heen. Ja. Even heel simpel gezegd, maar met allerlei hele subtiele en ook hele verschrikkelijke voorbeelden. Maar je kan dus ook jezelf overschrijden. Je kunt ook over je eigen grens gaan sterken. Iemand die grensoverschrijdend is naar de ander is ook grensoverschrijdend naar zichzelf. Omdat hij niet weet waar het nee zit, waar hij stopt en waar de ander eindigt. Ja? Dus dat zijn maar er is nog een vorm van grensoverschrijding die we eigenlijk een beetje over het hoofd zien de hele tijd. En waar niet alleen mannen, maar ook vrouwen verantwoordelijk voor zijn. En dat is dat we te maken krijgen met seksuele energie die niet goed beschermd is en niet in koppeling gemaakt wordt naar wijsheid. Die krijgt een grensoverschrijdende werking naar het grotere geheel. Dat heet overbevolking. En als je dus de planeet gaat overbevolking. Toen ik geboren word, waren er 3 miljard mensen. Mm-hmm. Zijn er nu, net 2 maanden geleden, is het 8 miljardste kindje geboren. Lang zal ze leven. Ik heb niks tegen het babytje. Maar in het grotere geheel vanuit wijsheid. Dus ik ga in mijn leven nog meemaken dat we naar 9 miljard gaan. Ja. Nou, nu zitten we te mopperen over CO2 en over dat de planeet aan het opwarmen is en dat de bossen afbranden en dat we niet genoeg eten en dat de oceanen leeg zijn. En nu hebben we nog steeds niet in de gaten dat we als mensheid grensoverschrijdend zijn naar het grotere geheel. We gaan over de grens van de oceaan, we gaan over de grens van de dolfijnen, we gaan over de grens over allerlei diertjes, we gaan over de grens van de bossen en de meren en we zijn onze atmosfeer aan het vervuilen. Dus we zijn als mensheid grensoverschrijdend naar onze eigen omgeving. Dus dat is ook een gebrek aan seksuele training. Dus je hoort eigenlijk als mensheid op zoek te gaan, hoe gaan we nu met elkaar ervoor zorgen dat de mensheid in balans is qua aantallen met wat we als moeder aarde aan te bieden hebben. Niet alleen onze eigen kinderen, want een liefdesbaby gun je eigenlijk een schone planeet, maar ook aan de baby's van de baby's van de baby's van de mensen. Ja, ja. Hoe zitten we over 100 miljoen jaar? Wordt er een babytje geboren? Is dat babytje in staat om zichzelf te ontwikkelen? Dus het gaat over grensoverschrijdend gedrag in het grotere geheel. Dus we moeten gaan bijsturen op hoe we daarmee omgaan. Dan komen we toch weer op de Khmer uit, denk ik. Je kunt over de One Child Policy gaan hebben van de Chinezen. Ja, ja, ja. Maar die kant wil ik helemaal niet op. Nee, je bent je op 2 manieren specialiseren in muziek. Super specialisatie, zul je ook wel vinden. Absoluut. Maar je hebt ook allemaal boeken over bewustzijn staan. Bewustzijn gaat over grip krijgen op de constructieve kracht en het grotere geheel. Die missen we in onze cultuur. Nou, dus nu hebben we het hierover, dus wat ga ik doen? Wacht eens even. Er moet een rem op kinderen krijgen. We moeten met elkaar leren omgaan welke baby's kunnen wel en welke baby's kunnen niet. Die beslissing kun je dus niet van hoger hand opleggen, ook niet ideologisch opleggen. Dat kan alleen maar vanuit eigen wijsheid ontstaan. En die wijsheid kan alleen ontstaan als je seksueel traint, want anders ben je onderhevig aan seksuele dwang. En als je eenmaal in gezonde seksuele drang komt, als je vol bent en dan word je kind vrij, dan kun je allemaal samen gaan jezelf zien welke kinderen er wel komen en niet komen. Maar niet zomaar dat iedereen het recht heeft om kinderen te krijgen. Dat is niet zo. Daar moet over nagedacht worden. En als je dan ook nog te oud bent, dan wordt het heel makkelijk. Te laat. Ik ben blij dat ik nog een twinkeling in jou gezien. Nee, maar kijk, laten we hier in godsnaam geen wel eens niet discussie. Individueel is het gewoon, snap ik. Maar als Je bent bezig met bewustzijn. Je wilt zo nodig dingen over bewustzijn weten. Dan het bewustzijn gaat uiteindelijk inzien dat we als mensheid grensoverschrijdend zijn. Dus mannen en vrouwen zijn grensoverschrijdend. Nee, ik snap. Dus ik volg je helemaal. Dat wil ik alleen maar weten. Maar ik zou ook nog wel willen toevoegen, niet om het helemaal voor mezelf recht te praten, maar wel een beetje. Een beetje dat. Is dit gesprek een mooi voorbeeld van. Ik zelf ben op een ontdekkingstocht naar meer wijsheid. Mooi. Misschien kan ik het zo omschrijven. Ja. Omdat goed te voelen wat dat inhoudt. Ja. En dan heb ik het niet eens zozeer om het aan mijn hopelijk toekomstig kind door te geven, maar überhaupt te weten wat voor een proces mensen meemaken. Voel ik ook op die manier heel erg de behoefte om te weten hoe het is om ouder te zijn. Ja, ik snap het. Maar het is eigenlijk een projectie op het niet omarmen van je innerlijke kind.
Dus omdat je je eigen innerlijke wijsheid niet laat groeien. Dus je eigen innerlijke kind is piepklein en laat je niet echt groeien. Dan krijg je uiteindelijk een soort dwang om een uiterlijk kind geboren te laten worden. Maar dat heeft jouw vader met jou gedaan en de opa met hem gedaan. En zo zijn we weer terug in de middeleeuwen. Dus als je het over bewustzijnsontwikkeling hebt, dan gaat het over het vermogen om ook je seksualiteit op een gezonde manier te sturen en te laten stromen. Dus dat is nog niet... Maar jij hebt nog niet getraind, dus ik snap heel goed waar je mijn kinderwens hebt. Maar het is een teken van nog niet getraind hebben. En iedereen die hiermee rondloopt, iedereen zegt, ja maar, moeten toch kindertjes geboren worden, blablabla. En ik heb... Dat is allemaal ja maar. Het is allemaal een gevolg van geen wijsheid hebben en seksueel onveilig zijn. Dus het is makkelijk om de mannen seksueel grensoverschrijdend te maken. Maar de mens als zich, dus mannen en vrouwen, zijn precies evenveel grensoverschrijdend. Allebei. Beide mensen. Types zijn grensoverschrijdend. Okay, je vrouw ook, voor de duidelijkheid. Ja. Ik ken haar niet en ik zal ongetwijfeld een leuke meid zijn. Ja. Op dit punt is ze ongetraind. Ik ben benieuwd of mensen het einde van het gesprek gehaald hebben. Dan zou ik zeggen, laat onder in de reacties. Wat is wijsheid? Ja, wat is wijsheid? Mooi. Wel of geen? Kind of innerlijk kind? Ja. Ja, mooi, Giel. Ja, supermooi. En ik vind het, ik vind het heel leuk dat je er eigenlijk nog wel op terugkomt. Natuurlijk wilde ik op terugkomen, maar ik wist even niet in de flow van het gesprek of het niet... Ja, maar ik was al verbaasd dat hij niet meteen de eerste minuut... Gewoon gelijk, bam. Ik dan boos weglopen. Dat hoeft helemaal niet meer. Dat bewaren we dan toch voor het derde gesprek dat ooit gaat plaatsvinden. En dan... dan schuif ik hier een envelopje toe met het geboortekaartje of niet. Of vertel ik je, ben op reis gegaan, ook naar binnen. En ik heb vanuit het grotere geheel een wijsheid gevoeld dat het beter was om niet te doen. Ja. Ik snap het verlangen en er is ook niks moois. Nee, het is superdank, dankjewel. Ja, wederom, Reinoud Eleveld. Een aantal boeken zijn besproken. De kunst van het zelfbeminnen en Op weg naar wijsheid in het bijzonder. Maar er zijn een hoop boeken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. We hebben dus in het eerste gesprek de echte boeken al behandeld. Dus ik heb je vandaag niet gevraagd naar de drie boeken. Dan waren het waarschijnlijk de drie Ching boeken geweest. Waarschijnlijk. Maar goed, de volgende keer kan ik nog wel eens daar gaan we weer de boekenkast in. Bedankt. Echt. Ja, onwijs. Heel veel liefde. Ik ben benieuwd hoe jij het vond. En ik ben benieuwd naar de reacties als je het zover hebt gehaald. Wijsheid. Innerlijk kind. Laat het onder in de reacties. Dan gaat de poll bepalen of ik wel of niet. Nee, dat is niet waar. Dankjewel. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.